Dames, welkom. Ik heb jullie vandaag bijeengeroepen om... Er zijn twee dingen die je niet worden geleerd, denk ik, op deze wereld. Maakt niet uit welke land je woont of welke plek je bent. En dat is zeg maar hoe je om moet gaan met geld. En hoe je om moet gaan met relaties. En hoe je... Ja, je weet toch gewoon wat een goede relatie is. En hoe je een goede relatie kan hebben met iemand. En ik dacht, misschien is het wel belangrijk om een keertje met vrouwen het daarover te hebben. Ja. En stel jezelf even voor. Laat me zo beginnen. Ik ben Diortje. Dat wil je nog meer weten. Wat is je standaard? Wat is je standaard takkie? Als we het gaan hebben over relaties. Ik heb er geen, dus ik weet ook niet of ik die expert ben op deze. Maar dat is ook een verhaal. Oké, ja. Ik heb ook een kant. Ik heb genoeg geleerd hoe het niet moet, denk ik vooral. Oké. Ik ben Dominique. En ik heb ook geen relatie. En ik heb inderdaad ook geleerd hoe het soms niet moet. Maar ook wel de kijk gehad op hoe het wel kan. En hoe je het wel dingen kan verbeteren. Klopt. Ik ben Kimberly. Niet zo lief praten. ik ben vrijgezel, maar ik ben ook niet single. Waarom? Oh, dat leg ik zo meteen wel uit. Laat ik het zo zeggen. Ik ben wel met iemand bezig. En ik hoop dat... Iets een vrouw zal worden. Dus, wow! We hebben een primeur, yeah. We hebben al een primeur. Yeah. Ja, man. Ja? Dus, is je gegund, Kim. Love. Doof. Nee, maar dan kunnen we misschien nog veel meer leren zeg maar, van die proces waar je nu in zeker, zit. Zeg maar. Ja, zeker. Ja, ik ben Kessel. Ik zeg altijd, ik ben misschien niet zo goed in de liefde, maar ik kan er goed liedjes over schrijven. Dus ik heb wel zeker een kijker op, weet je? Ik weet goed wat ik wil daarin. En ik weet dat ik niet meer wil gaan voor die toxic dingen. Ja. Ik ben daar echt klaar mee. Je hebt ook geen relatie nu? Nee. Waarom? Ook nog nooit een lange relatie gehad. Nee? Waarom denk je? Ja, bagage en niet weten hoe je ermee moet omgaan, weet je? Precies, ja. Waarom denken jullie... En dan zijn we allemaal mensen dan toevallig niet in de muziekwereld, zeg maar, soort van actief zijn. Waarom denken jullie dat we allemaal geen relatie hebben? Ik heb wel een heel lange relatie gehad. Maar... Was dat voor je carrière? Grappig. Het ging wel echt allemaal mis toen ik carrière kreeg. Precies. Ja. Precies. Ha. Is carrière en relatie, is dat iets wat je kan... Nou, ik denk als vrouw zijn, als je echt een carrière hebt, dat mannen dat wel lastig vinden, helaas. Ja. Ik denk dat we zijn nu ongeveer de derde generatie die kan scheiden en kan werken. Want mijn oma is ontslagen toen ze ging trouwen. Mm-hmm. Dus wij zijn gewoon een generatie. Hm? Ja. Dus als je tot 1958 werd je ontslagen als je ging trouwen als vrouw. 58? Mm-hmm. Wow. Dus dan mocht je gewoon niet meer werken. Oh, serieus? Dus alleen hier in Nederland gewoon? Ja. God, yeah. Ja. Dus ik denk dat wij, dat is ook gewoon nog best wel vroeg allemaal. We zijn pas de derde generatie die echt voor zichzelf kunnen werken en zelfstandig kunnen zijn. En ik denk dat het gewoon nog even duurt voordat een man de catching up of zo. Ja. Klopt. Wat denken jullie? Ik ben het daar wel echt mee eens. Ik heb ook het gevoel dat er nu een bepaalde soort maatschappelijke druk leeft. Door social media. Ja. Om een bepaalde soort type relatie te hebben. Bepaalde maatstaven na te streven. Maar alles wat je vaak... Ik moet niet zeggen dat alles... Nee. Veel dingen wat je ziet op social media... Die zijn niet zo roze geuren en maneschijn als dat het lijkt. Dus je voelt wel die druk, omdat jij denkt van... Zo, ik moet even goed zeggen... Dirk en ik weet even niet India. Hoe ze in India ja. zijn relationship goals en dat soort dingen. Maar wij weten niet wat er in hun closet speelt, snap je? Elke relatie heeft zijn ups en zijn downs, maar dat zien wij niet. Ja. Wij zien alleen wat hun delen op social media, snap je? Ja. Dus die maatschappelijke druk zorgt er wel voor dat wij... dat ook willen nastreven, maar wat streven we eigenlijk na? Ja. Dus, goeie vraag. Maar het punt dat iedereen geen relatie heeft, zeg maar, is dat iets wat... Kan je carrière niet mixen met een relatie? Jawel, het moet alleen een hele open-minded, ja. een hele stabiele, zelfstandige guy zijn... die begrijpt in wat voor scene je werkt ook. En ook je support. Ja. En er voor je is. Iemand die niet geïntimideerd is omdat jij je eigen carrière hebt. Maar ik denk dat het gewoon moeilijk is om te balanceren. Omdat
ja, aan de ene kant wil je zeg maar, of tenminste dat heb ik, laat ik voor mezelf spreken van, aan de ene kant ben ik heel traditioneel, hou ik heel erg van een man als provider, protector, maar aan de andere kant wil ik ook heel zelfstandig zijn, maar ook weer niet too much, weet je, waar vind je dan die balans? Dat is gewoon moeilijk, want ja, ik denk dat dat gewoon het probleem is van vandaag de dag. Ik vind het ook wel lastig, want ik ben een hele zelfstandige vrouw die in principe geen man nodig heeft om voor mij te zorgen. Maar ik vind dat het daar al fout gaat, als ik zeg maar even mag in haken. Ja? Zeg maar. Ik vind dat het daar, wat ik vind, zeg maar, en niet alleen bij vrouwen, ik vind dat bij mannen ook. Mijn moeder heeft me ook geleerd van, je hebt geen vrouw nodig. Ja. Je hebt geen vrouw nodig. Je weet toch, ik kan koken, ik kan zelf schoonmaken, ik doe zelf kleren wassen, ik doe dweilen haat ik, weet toch. Maar ik kan in principe alles zelf, dat heeft mijn moeder mij geleerd, zeg maar. Ook dingen die zeg maar, als man zijn traditioneel zeg maar, niet eigenlijk zou moeten kunnen, zeg maar, heeft mijn moeder mij geleerd. Zodat je zeg maar, een soort van alleen op deze wereld kan overleven. Dat betekent niet dat je... Je hebt geen vrouw nodig, zeg maar. Bij een vrouw, tegen mijn zus, heeft ze gezegd, je hebt geen man nodig. Schoonmaken, dit, junta. Je moet zelf kunnen junta. Je moet zelf je geld kunnen verdienen. Ja. Ik denk dat daar al zeg maar, soort van een soort zaadje geplant wordt, zeg maar. Want wat je net zegt, is dat is iets wat, en als ik voor de mannen mag spreken, is dat iets zeg maar, wat geen ene man wilt horen, zeg maar, dat je voor jezelf kan zorgen. Want daar valt heel onze, hoe zeggen we, onze purpose belang, in onze purpose zeg maar, in die relatie valt weg. Van ja, ze gaan voor haarzelf zorgen. Wat, ik had laatst bij een andere podcast... Wat voeg ik toe, zeg maar? Wat kan ik haar geven? Ja. Ik had laatst bij een andere podcast gehoord dat... dat mannen heel graag het gevoel krijgen dat ze die provider en die protector voor dat jou ze nodig kunnen zijn. Maar soms moet je die ook geven. Ja, precies. En ik denk dat onze generatie, omdat we zo zelfstandig zijn, dat het daar misschien dan misgaat. Omdat je om niks vraagt. Want je hoort ook vaak mannen die zeggen van, ja, een vrouw die om niks vraagt, die verdient alles, toch? Nee. Maar ik vraag nooit om iets en ik krijg ook geen ene moeder. Je weet toch, dat is gewoon de biggest cap. Ja. Dus ik heb wel geleerd, in mijn ervaring, dat je wel gewoon... Mannen zijn echt zo zwart op wit, zeg maar. Het is wat je tegen ze zegt. Als jij iets niet zegt, vrouwen kunnen zeg maar hints aanvoelen of zeg maar aanhoren en denken van, oh, ik moet dit daarmee doen. Hij zegt dit, maar hij bedoelt eigenlijk dat mannen kunnen dat niet. Klopt. Als een man zegt van, vind jij het leuk, zullen we voor je verjaardag uit eten gaan? En je zegt van, nee, hoeft niet per se. Dan gaat hij letterlijk denken van, oké, nee, het hoeft niet per se, want ze vindt het niet echt boeiend. Ja. Terwijl je wilt het eigenlijk wel, snap je? Dus mannen zijn echt zo van... Maar waarom zeg je dan, hoeft niet per se? Nee, maar kijk, wat je doet is, zeg maar, je zegt iets over vrouwen en dan zeg je, de mannen zijn... Dus je zegt zeg maar, dus een vrouw wil eigenlijk uit eten gaan. Ja. Maar zij zegt dat niet. Ja. En dan zeg je daarna mannen zijn. Dat is het probleem. Maar daar gaat het dan mis. Daar gaat het dan mis. Ja, want 100%. Als jij als vrouw gewoon aangeeft duidelijk waar jij voor staat en wat jij wil. Dan weet die man ook, je coacht hem. Hij weet al hoe hij moet gaan. Snap je? Ja, precies. Ja, geen McDonald's ook. Ja, ik ben dat nu aan het leren. Ik denk dat je ook gewoon, je wilt bescheiden zijn, toch? Je wilt niet meteen zo van... Ja, ik ben het gewoon nu aan het leren van, nee, als iemand dat vraagt of iemand biedt me iets aan, ik neem het. Ja. Weet je? Soms moet je nemen, hè? Ja. Ja, maar als vrouwen zijn er... Ja. Ik denk als vrouwen zijn er vooral. Ik denk als vrouw niet dat je mag nemen. Dus het feit, zeg maar, een soort van you being a woman, zeg maar, heb je al heel veel, dan verdien je al heel veel, zeg maar. Gewoon het feit dat je gewoon alleen, dat je een vrouw bent, zeg maar. Je weet toch? Dank je, Hef. Ja, dat vind ik echt. Gewoon van... Ik vind het wel een proost waard, man. Sorry. Ja? Cheers. Ja. Cheers. Nee, maar van als ik heb nog, hij is leeg nu, maar ik ga hem nu vullen. Hier, neem deze. Ik heb nog eentje. Oké. Okay. Nee, want ik vind zeg maar gewoon van jullie kunnen. Nu lijk ik zo super slijmbal, maar jullie kunnen kinderen baren. Ja. Jullie één keer per maand gaan jullie zeg maar echt door een hel. Want ik heb allemaal filmpjes gezien zeg maar van guys die zeg maar die tories op hun buik plakken. En ja. Dat ze die krampen. Dat ze springen tegen de plafond aan springen. Dat? Kijk dat? Ja, ik heb het voorbij zien komen gewoon. Ik vind het gewoon interessant zeg maar gewoon en. Vergeet de overgang niet. Daar heeft niemand het ooit over. De overgang, de hel komt er nog aan voor ons. Wat is dat? Menopauze. Wauw. Dus elke vrouw, als ze rond de 50, oh, die stopt met de... Stop met de... Dan gaan ze echt door een hel. Wat is dat? Dat is, soms zeggen, dat de baarmoeder gewoon stopt met werken. En dat er dan crazy hormoonwisselingen komen. Hot flashes. Gewoon heel veel pijn.
gewoon echt de hel. Ja? Ik dacht dat het altijd gewoon mentaal met je hormonen en zo was. Maar ik wist niet dat je fysiek ook veel pijn. Oké, dus er staat me nog wat te wachten. Je hebt ook mood swings en zo. Nee, het is echt elke vrouw die dat heeft meegemaakt, zegt echt, er wordt te weinig over gesproken. Het is echt... Ja. Nou, blijkbaar, want ik weet er echt heel weinig van. En het is zelf een vrouw. Ja. En die opvliegers en zo. Ja. Opvliegers krijgen, je hebt mood swings. Dan wil je het wel, dan wil je het niet, dan wil je het wel. Het is best wel oneerlijk als je erover nadenkt. Fysiek hebben we het echt een stuk zwaarder. Dat zeg ik, dat bedoel ik, zeg maar. Weet je. En ik ben dan opgegroeid met mijn zus en mijn moeder. Die heeft dan ook, wat jij net zegt, heeft dat ook allemaal meegemaakt. Dus dan weet je toch, als je dan een beetje bewust bent gewoon van life, dan denk je van, god damn, die vrouwen maken shit mee, man. Ja. En dan wil je voor jezelf zorgen en dan krijg je gasten die zeggen, hey man. Nee, maar dat is dus... Ik was net lief. Ik was net lief, maar dat, ik denk dat dat... Denk je niet dat dat, zeg maar, dat iets is wat... Het ligt aan. Wat zoek jij in een vrouw als je niet voor de zoekt dat ze voor je zoekt dat ze kookt en dat ze, want dat hoef je allemaal niet. Wat zou jij willen dat? Dat wil ik juist wel. Oh, dat wil je wel. Ja, man, dat wil ik juist wel, man. En hoe doe je dat dan? Best wel traditioneel, denk ik, toch? Ja, man. Ja. Nou, zorgzame vrouw. Ja. Ja, man. Die gewoon als jij thuis komt, dat je je thuis voelt. Ja, man. Dat ze slippers klaar heeft. Ja, man, slippers klaar, jonko gedraaid. Ja, toch? Jonko gedraaid. Ja, man. Menu. Nee, ik ben nu aan het gymmen, dus ik eet niet meer s'nachts, maar menu, andere menu. Maar hoe doe je dat dan als zij ook gewoon haar eigen leven heeft en haar eigen werk? En... Weet je wat ik jammer vind, zeg maar? Dat wil jij niet, denk ik. Weet je wat ik jammer vind, zeg maar? Ik vind, wat ik zie, zeg maar, in lijf, is dat er in elke groep vrouwen, die vrouwen zijn eenzaam. Dus die vrouwen die zo denken, die traditioneel zijn, die zijn heel eenzaam. Dus in elke groep is er één vrouw die zo is, zeg maar zij wordt meegetrokken, zeg maar, door de 8 andere vrouwen die, zeg maar, een soort van... Alpha willen spelen. Ja, toch? We gaan eruit. Nee, niet luisteren naar die guy. Niet... Waarom luister je naar hem? Je moet niet luisteren naar hem. Kom, we gaan daar. We gaan vakantie, man. We gaan... Weet je toch? Maar waarom denk je dat ze zo... Waarom denk je dat die 8 vrouwen zo zijn? Life. Omdat als je dat doet, als je je volledig geeft aan een guy en al die dingen doet die jij zegt dat ze moet doen... Uit eindstand, hij wiept iemand anders en jij zit thuis. Ja. En jij bent financieel volledig afhankelijk van hem. En wat ga je doen? Nee, dat is waar. Dan ga je slippers dat verkopen. Dat is waar. Nee, want kijk, weet je waarom ik het ook wil snappen? Ik wil het ook aan mijn dochter kunnen uitleggen van, joh. Dus ik wil het begrijpen, hè. Dus tuurlijk, als jij jezelf afhankelijk opstelt, zeg maar, naar een man toe. Tuurlijk ben je dan, zeg maar, kan je dan de lul zijn, ergens. Maar ik... Als jij met een echte man gaat, geloof ik dat die man dat nooit met jou zou doen, zeg maar. Begrijp je wat ik bedoel? Van, ook al hebben jullie ruzie, dan gaat zo'n man gaat jou niet, zeg maar, op straat laten. Zo'n man gaat eerder uit je huis en, zeg maar, jou laten in die huis. En van nog 2-3 maanden kijken waar je terecht kan. Ja. Dan dat hij tegen jou zegt van... Ga thuis. Omdat hij de basis en de principes, denk ik, ook heel goed kent van jou. Precies. Ja. Precies. Ja. Wat heb jij... Wat hem heeft getrokken naar jou. En dat is hetgeen wat goud is. Klopt. Het is niet alleen je looks en alles. Precies. Zetten mannen vrouwen uit huis? Of zetten vrouwen vaker mannen uit huis? Vrouwen vinden dat leuk. Jullie vinden dat leuk. Het is wisselend, denk ik. Het hangt er net van af, denk ik, ook wat er gebeurd is. Eerlijk. Jij lacht. Ik zeg sowieso. Elke week sta ik Rama. Dat is wat ik doe. Nee, maar ik vind het lastig. Want ik bedoel, buiten het feit dat je echt in een relatie gaat kijken. Als jij gaat kijken naar wat je uiteindelijk zou willen in je leven. Dan is liefde natuurlijk extreem belangrijk. En in elke vorm. Als je kinderen zou willen. Als je een partner zou willen. Maar je hebt ook nog gewoon andere doelen. Jij hebt je muziek. Jij hebt je bent DJ, toch? Ja, ja. Je muziek. Ja. Ja. Jij hebt ook je eigen creativiteit en je eigen werk. En ik ook. En uiteindelijk kun je gaan denken van... Is mijn leven zo klein dat het draait om een man? Daarom. Dat is dus precies die dingen wat ik wil begrijpen, zeg maar. Van, is dit, zeg maar, een soort wat van... Wat gun je dochter? Wat ik mijn dochter gun? Ja, die sound effect. Ik gun mijn dochter, zeg maar, alles wat echt is. Mooi. Wauw. Ja. Ik gun mijn dochter alles wat echt is, zeg maar. Gewoon alles wat... Litney's awake right now. Nee, maar ik gun mijn dochter alles wat echt is, zeg maar. In de zin van... Mijn dochter kan, zeg maar... Ik zou het niet erg vinden als mijn dochter... weet ik veel... Uitgaat, chillt en zegt van... En zij zegt van... Ah, ik wil vandaag met deze guy mee. En zij is daar bewust van, zeg maar. En zij weet dat ze... Wat ze aan het doen is, zeg maar, vind ik dat niet erg.
Maar als hij zeg maar gefixt wordt door een guy, oh, van de Valk. Je weet toch? Ja. Ik heb Mary daar staan. Ik ga zeg het maar. Even in mijn notes opslaan, man. Ik gun mijn dochter alles wat echt is. Ja, toch? En je wordt zeg maar gefinest in iets, zeg maar. Dat zou ik kaka vinden, zeg maar. Je weet toch? Maar dat zij live kan begrijpen gewoon en kan weten van oké, dit is wat er gebeurt zeg maar, als ik uitga. Dit is wat er gebeurt als ik zeg maar, een echte man wil. Dit is wat er gebeurt als ik, weet ik veel, misschien niet op mannen val, weet je. Ik sta open voor alles, zeg maar. Ik ga supporten zeg maar, in alles. En ik ga de hand soort van vasthouden zeg maar, waar het moet. Zeg maar. En life is hard. Life is fucking hard, man. Ik vind het oké als ze gewoon gaandeweg leert, toch? Tuurlijk. Ja. Ik heb het ook gaandeweg geleerd. Je weet zo toch? Leren. Ja. En je moet het met iemand doen. Dus klopt. Wat ik ook heel erg merk bij mijn dochter is... van je kan heel veel dingen goed doen, maar dan gaat ze naar Scoro. Ze komt in de klas en die guy in de klas zegt gewoon, weet ik veel... pak maar bel, ja, even. En je dochter komt op zo en ze zingt die... begrijp wat ik bedoel, zeg maar. Van, jij kan alles doen wat je wil, zeg maar ze gaat met andere mensen zeg maar, in contact komen die... die misschien andere normen en waarden hebben zeg maar, in life. Zeg maar. Want dat is niet normaal. Wat ik mijn dochter laat blazen zeg maar, thuis of zo. Zeg maar. Je weet toch wat ik bedoel? Of, maar ze gaat wel in contact komen met andere mensen. En vooral jongens, zeg maar, die maar ook de vriendinnengroep. Ja, toch? Want bij ons als guys... Wat zeg je? Ik zeg ook de vriendinnengroep die er op den duur weer kan beïnvloeden. Beïnvloeden, snap je? Maar ook de guys, zeg maar. Wij als guys, zeg maar, worden ook gezegd, zeg maar, als je weet ik veel, een bepaalde leeftijd bereikt, dan heb je vast wel een oom of een neef of je brader die tegen jou zegt, nou, je moet chickies, je weet toch, als je geen chickies hebt, ben je kaka, je moet veel mogelijk veel chickies slaan. Heb je geen chickie daar? Vroeger deed ik dit, toen ik jouw leeftijd had. Jongen. Dan krijg je die takjes, zeg maar. Dus wij worden ook, zeg maar, vanuit onze kant worden wij ook, zeg maar, een soort van... Ja, heb je dat gevoel gehad, dat je onder druk werd gezet om... Ja, man. Want dat is denk ik ook wat zo toxic is aan misschien de generatie waar wij in leven, is dat zowel mannen en vrouwen niet per se heel blij zijn met die hook-up culture. Met die gewoon alleen maar ballen om te ballen en dat. Nee. Zowel mannen als missen vrouwen, een vorm van intimiteit als vrouwen. Ja, ik ben ontmaagd toen ik... of ik heb, hoe zeg je dat? Ben ik ontmaagd? Ja, of ben... ging je zoenen of ging je wiepen? Nee, wiepen. Ja, toen ik 18 was. Ja. Bijna 19, zeg maar. Ik was fucking laat. Ja. Zeg maar, wat seks betreft, zeg maar. Want dat is gewoon iets wat... Wat je niet per se, zeg maar, soort van... Mijn vader ging niet tegen mij zeggen, oh, Poenie, je kan dit moet je doen. Mm-hmm. Of als je dit doet, dan gebeurt er dit. Dus je ging die shoe zelf zoeken? Het is mij een soort van geleerd, zeg maar. Je weet toch? Ja. En dan... Door een vrouw. Door een vrouw, zeg maar. Gewoon van, oké, je weet toch, je moet dit doen en je moet dit doen. En daarna had ik heel lang ook een vriendin. En dan kan je, zeg maar, echt samen, zeg maar, soort van die pad bewandelen. Die zeg ontwikkeling. Maar, toch? Ja. Van, je maakt allebei foutjes en het is cool, zeg maar. Maar ook omdat je je dan safe voelt op dat moment, weet je. En dan gaan we weer, communicatie is de key. Sleutel. Wat vind jij wel... fijn. Wat vind jij niet fijn? Snap je? Ja, maar jullie vrouwen... Ik wil niet iedereen aanvallen. Maar vrouwen dan, laten we zeggen vrouwen... hebben soms een tooi dat jullie willen dat wij dingen ruiken. Zo. Maar dat zeg ik dus net. Communicatie. Ik zeggen hoe het zit. Ja. Voor mannen. Maar jullie, als communicatie is de key, zeg maar. Dat, ik ben helemaal mee eens. Maar soms kunnen vrouwen niet communiceren. Ja. Vind ik. Zeg maar, dat is als je... Begrijp wat ik bedoel? Van soms moet je gewoon kunnen... Jullie vrouwen hebben echt een ding van... een man moet kunnen ruiken van... Ik wil vandaag naar, weet ik veel, izakaya. Of een man moet kunnen ruiken van vandaag is die dag om naar de bioscoop te gaan. Of een man moet kunnen ruiken. Terwijl je kan ook gewoon zeggen. En als je mij misschien 4 keer gezegd hebt, dan ga ik die patroon catchen. Ja, maar dan kom je weer in dat stereotype van een zeikende vrouw. Dat is very true. Kijk, toch? Als je het 1 keer zegt, ja. Als je het 4 keer zegt, dan ben je weer die zeikende vrouw. Vind je? Maar buiten dat denk ik gewoon dat het probleem is met dat soort dingen, dat je het aangeeft, dan gaat die lol ervan af, zeg maar. maar je wilt gewoon dat iemand gewoon uit zichzelf zoiets heeft van, ja, Kes verdient dat. Kes verdient dat ik haar mee uit eten neem, zonder dat ik het zelf aangeef. Dus het gaat niet eens om dat ik jou niet wil zeggen wat ik van jou wil, maar gewoon van, dat je gewoon een stapje terug zet en denkt van, wat zou Hef uit zichzelf voor mij doen? Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar soms is het niet zo zwart-wit. Maar stel dat jij bent een hardwerkende vrouw, je hebt een baan, 40 uur per week.
jij geeft eigenlijk donderdagavond al aan van... ik ben moe, maar ik kan niet wachten tot het zondag is om lekker op de bank te zitten en lekker te relaxen en dat soort dingen. Als ik dat al hoor, ga ik niet denken, oh, zondag ga ik even iets romantisch plannen. Want zij verheugt zich al op die zondag lekker op de bank met een Netflix. Oh ja, toch? Dus het communicatie, jockey komen groot. Daar terug. Je moet het communiceren. In je jockey groot, de hele zondag op in je jockey sexy lopen doen. Ja. Je doet 3 keer opdrukken. Dat is precies wat zij... Ik ben het helemaal eens, man. Je moet het echt aangeven, man. Ja. Ja. Wat is iets wat mannen beter kunnen doen? Wat is iets wat mannen beter kunnen doen in een relatie? Alles. Nee, grapje. Goeie vraag. Ik denk gewoon communiceren. Als je ergens geen zin in hebt, als een vrouw jou dat vraagt, meld het gewoon. Snap je? Ik kan het nemen. Jij hebt geen zin vandaag in dit? Oké, cool. Ik respecteer dat. Morgen is een nieuwe dag. Ja. Ik denk dat mannen daar moeite mee hebben... omdat niet elke vrouw zo'n sterk karakter heeft. Ja. Weet toch? Heel veel vrouwen die... ik ben daar echt mee eens wat jij net zegt... maar zeg maar heel veel vrouwen die voelen zich meteen attacked. Of, ga zulke lappe teksten sturen. Niemand heeft daar teksten zin. Sturen. Maar ik heb ook door de jaren heen geleerd van... iemand gaat zich gedragen zoals hij zich wilt gedragen... If he could, he would. Zeg maar, als een man... Ik geloof niet dat een man... hoe zeg je dat? Een man gaat zich gedragen voor de vrouw die hij wilt. Dus je kan zeg maar hoog en laag springen als vrouw. Maar als jij niet die vrouw bent waarvoor hij zich wil settelen... Ja, dan heeft het zeg maar geen effect. Zeg maar... Je hebt heel veel vrouwen die zeggen van... wat is er dan mis met mij? Of wat kan ik beter doen? Of wat dan ook. Maar... Ja. A lot of times is not even you. Zijn gewoon niet geschreven. Ja, maar a lot of times is not even you. Het is gewoon hij. En zeg maar, jij kan bijvoorbeeld die vrouw zijn waarbij die gaat cheaten, weet ik veel. En dan de volgende vrouw die haar tegenkomt. Vooral als je paragrafen gaat sturen en zeggen hoe die dingen moet doen en wat hij wel niet moet doen. Ja. Je bent hem aan het klaarstomen. Oh, met komma's en punt. Juist. Je bent hem aan het klaarstomen voor de volgende vrouw. Je bent hem aan het klaarstomen voor de volgende vrouw. En dan de volgende vrouw die heeft, doet hij alles perfect. Denk je, hè? Was ik dan niet goed genoeg voor jou of zo? Nee, dat is het niet. Maar... Het is gewoon die vrouw waarvoor hij het wel wil doen. Snap je? Mm. Maar ik denk ook, als soms willen vrouwen dingen ook niet zien. Ja, 100%. Een man kan jou eigenlijk een feedback geven... dat als jij hem checkt, 2 keer achter elkaar... en hij heeft jou niet gecheckt... en je ziet die story gaat hem... opeens eigenlijk op zijn telefoon gekeken... dan is dat eigenlijk al een sign van... je bent niet daar. Juist. Gewoon wat je toelaat... Ja. Dat hij doet, ja, dat moet je gewoon niet toelaten. Dat heb ik ook door de jaren heen moeten leren. Maar willen we een man die constant de hele tijd met ons bezig is? Ik niet namelijk. Ik niet. Dat was mijn volgende vraag. Wat voor man willen jullie? Wat is een goede man? Dat is zo'n moeilijke vraag. Nelder, ik moet even deze punten moet je even dus editen in die... In die. Eronder zetten gewoon. Geef me punt 1. Een goede vrouw goede voor vrouw mij, voor jou, ja, sorry. Eentje die me begrijpt en die me support. Snap. En die goed weet te communiceren met mij. Dat vind ik echt belangrijk. Bij mij moet het gevoel er zijn. Zeg maar, het moet zo ver zijn dat ik jou alleen maar aan hoef te kijken. En je weet waar die tori over gaat. Je weet precies wat ik bedoel, waar ik wil gaan. Begrijpen dus ook. Dat is voor mij key. Het kan zo zijn dat ik thuis ben en jij weet dat ik thuis ben. Jij checkt mij. Je zegt ik sta voor je deur. Kom, we gaan uit eten, schat. Fantastisch. Ja, dat is die man die ik wil. Het hoeft niet elke week. Maar? Vaak wel. 1 keer in de blauwe maandag, let's go. Ik hoor je. Voor mij is het heel erg belangrijk dat iemand me laat groeien en iemand me checkt en ik diegene kan laten groeien. Dus ik wil iemand die, en dat kan bij mij een man of een vrouw zijn, waarbij ik gewoon echt 100% een betere versie van mezelf kan zijn. Ja. En die echt eerlijk met me is. En die zegt, je denkt dit of je zegt dit, maar je doet dat. Waar is dat verschil? Hoe kunnen we dat oplossen? Ja. Dat je het erover kan hebben eigenlijk. Ja, dus ik heb niemand nodig die me financieel ondersteunt. Ik heb iemand nodig die me gewoon mentaal kan laten groeien. Ja. En ik denk dat we daarvoor nodig zijn. Ik denk dat we niet in al die materiële dingen nodig voor elkaar zijn. Dus dan kook jij een keer, dan kook ik een keer. En we hebben een fucking schoonmaker. Nee, maar en dat je gewoon echt een partner kan zijn voor elkaar. Zoals je in business ook een partner bent. Ja. Verlengstuk van jezelf. Ja, maar ook wel misschien iemand anders. Ook wel, het hoeft niet een persoon te zijn die heel erg op jou lijkt. Het mag het totaal tegenovergesteld zijn. Ja.
Opposites attract. Die gezonde wisselwerking. Ja. Ja. Soms werkt het ook niet, hè. Dat jij iets, een situatie heel anders ziet dan dat hij het ziet. Zegt hij, hé, maar schat, luister dan. Heb je het ook zo bekeken? Weet je, dat hij ook een keerzijde geeft. Juist. Niet alleen zijn jouw perspectief. Precies, wat is jouw perspectief? En hoe kunnen we eigenlijk een balans vinden hierin? Want misschien heb jij moeite met iets. Ik heb moeite met iets, maar laten we het regelen. Ja, juist, laten we het regelen. Ja. Wat zou jij zeggen? Ik ben het wel heel erg met haar eens. Gewoon dat iemand attent is, spontaan. Ja. En voor mij is heel belangrijk, vooral in mijn vak, dat iemand mij vertrouwt. Ik weet, I know what I bring to the table. I am the table. Je weet toch? En, Je komt met, jij hebt memes. Je komt met memes. Nee, maar het is gewoon van, ik ben een heel loyaal persoon. Ik heb dan misschien niet een hele lange relatie gehad in mijn leven. Maar als ik gek ben op iemand, zie ik alleen die persoon. Ja. En zeg maar, mijn prioriteiten zijn echt van, kijk, het is wel mijn carrière, maar waarom het is omdat ik gewoon mijn familie goed wil zetten. Snap je? Ja. En mezelf. Gewoon, we struggle too long. En het is gewoon, you gotta strike when the iron is hot. En dan heb je gewoon iemand nodig. Als die ijzer heet is, moet je iemand moet jou gewoon kunnen supporten en gewoon moeten weten van, hey, Kes is in de studio, ze is misschien wel met 12 boys, maar ze is aan het werk, weet je? Ik ben niet daar om te hoereren, laat ik het zo zeggen, weet je? Ik kan niet, wat Duurtje ook zei, zeg maar, het is gewoon iemand die niet geïntimideerd is door jouw eigen carrière. Nee, ik ben gek op jou, ik kies jou om een reden. Vaak ook zijn het vrouwen met een carrière. Als ze dan eindelijk een relatie met iemand hebben, dan is het ook echt van, het heeft echt een tijd gekost om jou dan echt te kiezen om met jou te zijn, snap je? Je bent niet zomaar met iemand, dus vertrouwen is voor mij heel belangrijk. Dat iemand gewoon mij blind vertelt van, hey, Cass got me. En gewoon van, ik zou iemand die met mij is nooit in een positie zetten dat ik hem ten schande zet. Of, weet je, gewoon, ik ben gewoon loyaal. Dat is iets wat jullie ook heel vaak zeggen, toch? Ja. Laat mijn gezicht niet vallen. Ja. Ik kan alles doen. Laat mijn gezicht niet vallen. Ik vind loyaliteit zelfs belangrijker. Is het ook? Ik vind loyaliteit echt belangrijker dan liefde. Ja. Ik heb liever dat ik je blind kan vertrouwen dan dat je tegen me zegt, ik hou van je. Want als ik weet dat je loyaal bent aan mij. Wat is loyaliteit voor jou dan? Stel je voor, ik geef maar een voorbeeld. Ja, ik cheat elke week, maar ik kom je vertellen. Sorry, schatje. Nee. Maar hoe loyaal ben je dan? Nee, maar ik geef een voorbeeld. Niet mij aanvallen. Die vlieger gaat niet op. Niet mij aanvallen. Maar ik geef een voorbeeld. Ze had een goede vraag. Is loyaliteit monogamie voor jou? Nee, niet per se monogamie. Het gaat erom dat je mij inderdaad mijn gezicht niet laat vallen. En ik geloof sowieso niet in monogamie. Ik geloof sowieso niet dat de mens van nu in staat is om puur monogaam te zijn. We worden dagelijks geprikkeld. Er zijn overal verleidingen. Maar wat ik gewoon belangrijk vind in loyaliteit dan, is dat ik weet dat, ja, hoe leg ik dat uit? Dat je mijn gezicht gewoon niet laat vallen. En ik zie per se, als je vreemd gaat of wat ze hebben, niet per se gelijk dat je mijn gezicht laat vallen. Want er kan ook een hele situatie van, wow, wat? Dat was de champagne. Ik denk dat we champagne moeten gaan drinken. Nu moet je drinken, nu moet ik zijn. Nu moet je wel. Is die druk toch? Nu moet je wel. Ga zelf open. Oei, joh, dit is. Is die druk? Je bent aan het woord toch? Dit is wel creepy. Nee, is gebruikt maar nog. Normally I don't drink. Ik drink eigenlijk once in a blue moon. Champagne. Speciale rook. Wacht, ik wil wel even deel met ons dan. Dat vraag ik net. Laten we even toasten op iets dan. Maar met champagne. Precies. Toasten. Wie komt in de speech? Op loyaliteit, man. Op loyaliteit? Daar waren we gebleven. Meer. Loyaliteit, abundance. Dat we mogen groeien in wat we doen. En dat we. Abundance. Dus zeg maar. Abundance. Hey, dus zeg maar dat je meer dingen krijgt wat je wilt, zeg maar. En dat we mogen groeien in alles wat we doen. Dat we meer liefde aan elkaar gaan tonen en dat we realiseren dat er plek is voor iedereen. Ongeacht. Whatsoever. Mooie woorden. Soort zoek soort, toch? Mooie woorden. Wil je champagne? Ja, sowieso champagne. Oké, neem deze dan. Nou, nog één. It's a sign, like, for real. Ja, wow. Je was aan het woord. Hij popt gelijk. Ik dacht dat jij open deed. Onthoud waar je was, hè? Ja, ja. Man. Okay, wacht even, maar laten we wel even aankijken. Die speech moet zeg maar nu gebeuren, zeg maar. Oké, ik doe het wel. Ik ga wel opstaan. Ja, ga jij het doen? Op abundance, dat we mogen groeien in alles wat we doen. Dat we liefde tonen elke dag dat we er zijn.
En dat we realiseren dat er plek is voor iedereen om te winnen. En dat en dankbaarheid. En dankbaarheid. Amen. En dat ik het überhaupt tof vind dat er vrouwen hier aan tafel zitten en die ook op de kaart worden. Eindelijk. Amen. Ja. Laat me niks meer toevoegen. Je moet elkaar wel aankijken, hè? Ja. Dat is een slechte seksleven. Ja, Sophia, ik heb al slecht. Ik heb al. Oh. Hoe laat is het? Hou nou een keer op, Bev. Wauw. Maar je was aan het vertellen, Kim. Ik wil echt ja, dat loyaliteit voor mij gewoon heel belangrijk is. Want iemand die zegt dat ze van je houdt, kan je nog steeds disrespecten op een of andere manier, snap je? Ja. Maar iemand die loyaal naar je is, gaat drie keer nadenken of je gedisrespect wordt, snap je? Ja. Dus ik zeg liever, geef me je loyaliteit dan dat je zegt tegen mij dat je van me houdt. Wat 21 zei, toch? Van, I'd rather have loyalty than love. Ja. Zo denk ik er echt over. Want je kan van iemand houden en nog steeds iemand iets flikken. Maar als je loyaal aan iemand bent, dan weet dan je gewoon van... Dan denk je drie keer na. Snap klopt. Je? Wil ik dit verliezen? Hoeveel geld moet je man verdienen of je girl verdienen? Kom je mee? Lastige vraag. Hoe mijn pa mij opvoedt, is gewoon van... Hij weet... Ik wil dit bijna doen. Hij weet dat ik... in mijn purpose gaan leven. Het begint misschien pas net, maar zeg maar, hij zegt van, Kes, ik weet dat jij gaat het laten lukken. Dus jij moet met iemand zijn die jou gelukkig maakt. En het klinkt misschien heel corny, maar zo ben ik gewoon opgevoed. Ik ben opgevoed met karakter en met code, snap je? I'm the cute girl, the princess of the hood, maar aan het eind van de dag ben ik gewoon straat, snap je? Ja. Iedereen weet wel wie mijn pa is. If not, Google him. Anyway, weet je, ik ben gewoon straat qua dat. Gewoon met code, karakter. En ik wil gewoon met iemand zijn die eigenlijk als mijn pa is. En mijn... Onthoud dat voor mij, want dat is voor de volgende vraag. Dat is de volgende vraag. Hoeveel money moet je verdienen? Dat kan ik dus niet echt zeggen. Want uiteindelijk gaat het mij meer om je persoonlijkheid en je karakter. En hoe jij mijn back hebt dan. Nee, maar oké. Maar als je zegt dan money... Het is moeilijk om een bedrag te noemen, maar oké, als ik het echt gewoon zo zwart op wit zou moeten zeggen, is gewoon dat je mij en ons gezin kan onderhouden. En dat dan alles wat ik erbij verdien, is gewoon extra, zodat wij kunnen ook ballen. Nog leuke dingen kunnen doen. Of, wat zei je, kunnen ballen? Ballen in de zin van... Ja, precies. Ik denk gewoon dat je in elk geval je huur en je rekening en alles kan betalen. Ja. Dat je jezelf sowieso kan regelen. Ja, als je jezelf sowieso regelt en wat erbij komt kijken, is voor mij meegenomen. Ja, ben ik mee eens. Want die money heb ik niet per se nodig. Zeg maar, ik vind het bijvoorbeeld ook best wel een ding dat vrouwen echt, veel vrouwen, sommigen willen een rijke man, weet je, een big baller, een spender. Maar eindstand, die money is niet van jou. Juist. En die man heeft geen tijd om voor je deur te staan. Hij kan je morgen eruit zetten. Nee. Een echte man doet dat niet. Een echte man doet dat niet. Weet je waarom niet? Omdat jij zeg maar, als jij... En dat is zeg maar wat ik geloof, hè. Als jij zeg maar met die man meehelpt. Ja. Dus, er zijn vrouwen die zeg maar in een man in zijn leven zijn. Maar niet per se meehelpen aan die guy's droom. Of aan die guy's carrière. Of aan die guy's of whatever. Op het moment dat jij wel achter die guy staat. Snap je? Dus soms, zeg maar iets raars. Die vrouw van Dr. Dre wil, wat was het, 9 miljoen per maand? Wat was het? 9 ton? Wat was het? 9 miljoen? Iets raars, weet ik veel wat. Ja. Als zij zeg maar, hem elke dag, zeg maar, weet ik veel wat hij wou, hem gemasseerd heeft voordat hij naar de studio kwam, en als hij thuis kwam weer gemasseerd, heeft ze met hem dat gemaakt? Mm-hmm. Dan vind ik echt oprecht dat zij dat mag. Ja. Vragen, want zij heeft gestroggeld met jou, zeg maar. Ja, maar dat is als je al getrouwd bent. Dat is ook weer anders, hè? Toch? Dat is als je al getrouwd bent geweest. Dat is ook weer anders. Ja, maar gewoon het feit dat je... Nou, zijn al getrouwd, maar het feit dat je gewoon samen had gestroggeld... Mm-hmm. Ook al ben je een straat, die guy, zeg maar, en... Weet ik veel, je komt elke dag thuis met 60 doezo en ik bewaar die 60... Weet toch, jij is vrouw, bewaar die 60 doezo voor hem in jouw osso. Ja. Heb jij meegeholpen? Ja, maar jij hebt die denkwijze. Heel veel van die mannen... willen juist een vrouw die super afhankelijk van hun zijn. Ja. Zodat ze hun kunnen controlen. Ja, het is echt zo. Dat wil hij ook. Want hij zegt, de chick die hem masseert. Ik bedoel, hoe nee, heb ik je dat mee aan het begin? Daarom heb ik je uitgenodigd. Dit had ik nodig. Maak me wakker. Nee, maar het is niet dat ik een vrouw wil controleren. Zeg maar, in de zin van gewoon van de afspraak die hun twee met elkaar maken. Ja, oké. Als je in een gemeenschap voor goederen bent getrouwd, dan moet je je daar wel aan houden. Ja, klopt. Nee, maar gewoon ook als je niet getrouwd bent, vind ik. Van, dat is gewoon een... Nou, hebben we het dan over een beginstadia of in een later stadia?
Maakt niet uit, weet ik veel. Ben ik 3 weken met jou en ik heb in die drie weken geholpen met iets. Maar dit is jouw karakterhef. Weet je hoeveel mannen dit karakter niet hebben? Zij willen een vrouw die zij kunnen controleren van... Hé, ik heb dit en dit op jou. Ja. En ik financier jou. Dus als je zeg maar er niet blij mee bent... of ik bijvoorbeeld ik cheat op jou en jij wilt zeg maar weggaan... ja, kan niet, want jij doet zelf niks. Mm. Heel veel mannen zijn zo. Dus heel veel mannen... kunnen niet waarderen als een vrouw zichzelf kan redden. Want ze hebben dan zeg maar niet die grip op een vrouw, snap je? Ja. Ben jij zo, broer? Nee? Oké, dus ik heb al een paar mannen hier die zeggen dat zij hebben dan karakter. Ik snap je wel. Ik zie het zelf. Ik ben een vrouw. Ik krijg veel aandacht. Maar jullie willen ook controle. Allemaal idioten. Het liefste kiezen jullie. Jullie kiezen zeg maar... Ja, sorry hoor. Wij willen ook controle. Spicy. Ja, tuurlijk. Ja. Jullie kiezen zeg maar altijd een man uit met... Dus jullie gaan zeg maar zo van naar een... Stel je voor, de mannen kon je kopen bij een dealer, zeg maar, bij een autodealer. Dan zouden jullie naar de dealer gaan en zeg maar een kapotte auto kopen om zeg maar te fixen. Jullie vinden het leuk om dingen te fixen. Yeah, we love potential. Bro, hij is zo fucked up, hij rookt te veel. You gotta stop smoking. Toch? Niet naar mij wijzen. Oh, hij drinkt te veel. Ik zag je kijken. We love potential. Ja, toch? Ja. Dat is de shit wat jullie... Maar dat heb ik mezelf weer geleerd van, ik ben geen healer. Ik ben je moeder niet. Ik kan jou niet raisen. Ik heb het mezelf echt... Ik ging altijd voor die guys... En ik ben een kreef, dus ik ben een gevoelsmens, je weet toch? Ik heb een healing aura. Gewoon, zeg maar, guys komen naar mij toe... en ze hebben gewoon echt baggage van hier tot Tokio. Is van, oké, Kess is lit. Ze is die litte chickie, ze gaat de hele dag uit en ze is lit. Meestal komen ze naar me toe voor lust. Gewoon omdat ze denken dat ik geen diepgang heb. Maar wanneer ze me leren kennen, denken ze van... Hey, ze is best wel op level, gewoon intelligent... Ze laat me gewoon veilig voelen. Ze is caring en zo. En dan denken ze van... Hey, wait a minute. Ik wil niet meer. Mm. Ik word gek op haar. Of ik word verliefd op haar. Of wat dan ook. Ja. Snap je? Dat is gewoon moeilijk. Deze generatie heeft heel veel problemen met zeg maar commitment. Van als ze voelen dat ze gek op je beginnen te worden... willen ze of heb ik tenminste vaak meegemaakt... van willen ze afstand van je nemen. Omdat ze denken van... ik weet niet... Bij wijze onzekerheid, van hoe onzekerheid is echt een tory. Ja. Bij mannen heel erg. Ze zijn geïntimideerd. Vrouwen vind ik soms misschien nog erger. Maar bij mannen heel erg. Zeg maar, wij zijn allemaal... Deze wereld maakt je ook zeg maar, op een bepaalde manier. Maakt deze Instagram en... Maar hoe zie je dan dat die vrouw onzeker is? Wat zijn de signalen? Bijvoorbeeld niet zeggen wat je wilt. Mm-hmm. Niet echt zeggen wat je wilt, zeg maar. Dat vind ik zeg maar, soms een signaal. Zoeken naar... ik ben ook zo eigenlijk. Misschien ben ik ook een beetje feminine. Maar zoeken naar fouten. Zeg maar, jullie kunnen heel goed soort van... Ook misschien zeg maar in jullie periode. Dat opstapelen, zeg maar. Maar ook in jullie periode, zeg maar, kunnen jullie heel goed zoeken naar... Ja, iemand is aan het scheiden. Goeie ad-lib, ja. Nee, maar jullie kunnen heel goed zoeken naar shit wat jullie haten. En dat dan, zeg maar, soort van misschien soms in jullie periode. Zeg maar. Benadrukken de hele tijd. Ja, dus zeg maar, jullie gaan door jullie periode, zeg maar. En in die PC neem je, zeg maar, allemaal shit mee naar de goede. Naar onze. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik voel je. Ik voel wat je bedoelt. Leg het even uit. Dat ze zeg maar dingen vergroot die op dit moment helemaal niet van belang zijn. Nee. Ja. Nee, dus zeg maar, misschien is in je periode, zeg maar, je maandelijkse periode, heb je zeg maar, iets opgemerkt. Wat dan zeg maar, buiten je maandelijkse periode zeg maar, soort van weer terug blijft komen. Zeg maar. Jullie kunnen ook, vrouwen zijn ook erger. Vrouwen zijn zeg maar... Laten we wel even vooropstellen dat we heel erg generaliseren. Jaar, je kan 40 jaar, je kan 40 jaar, 40 jaar met een vrouw gaan. En je hebt zeg maar, die derde dag dat je met haar ging... Weet ik veel, heb je de deur niet voor haar open gedaan? Dan zeg gaat het maar, na 40 jaar nog steeds horen. 40, nee. Jullie zijn bij 40 jaar anniversary, dan gaat hij gaan zeggen... Ja, maar die derde dag heb je niet de deur voor open gedaan, hoor. Thanks. Dat is echt erg, man. Heel erg focussen op wat niet goed ging, terwijl je wel 10 dingen wel goed voor hebt gedaan. Maar ik ken ook wel echt veel guys die zo zijn, hoor. Hou op. Guys ook, hoor. Ook, Guys ook. Nee, maar ik ben juist heel erg attent en het wordt nooit gewaardeerd met mensen die ik date. Ja, ik ben heel erg... Ja, ik durf dat gewoon van mezelf te zeggen. Ik ben echt een attent persoon. Wie gaat een bedrag noemen? Voor zichzelf kunnen zorgen. Ja, dat is echt moeilijk. Wat is dat? Hoeveel is dat in Nederland? Het ligt toch aan je huis en aan alles wat je hebt. 26, 30 douzen per jaar?
Oké, 30 doezen per boys, 30 doezen per. Ja? Ja. Nou. Wat is modaal? Wat de fuck is modaal? Gemiddeld. Guys, waar is die camera? Okay. 38.000. 38 doezen per jaar ongeveer, boys. Ongeveer, boys. 38 doezen per jaar. Dat was mijn eerste tip voor de boys. Vallen vrouwen. Concreet. Stel die vraag eens andersom. Wat verwacht jij van een vrouw? Ja. Massage. Hoe zie jij die, ja. Zie je wat ik doe met mijn vrouw? Ze vergeten niks. Ze vergeten niks. Maar hoe zie jij het? Hoe zie ik wat? Hoe zie jij het? Wat vind jij dat de vrouw moet verdienen? Want als je voor die zelfstandige vrouw gaat. Ik vind dat je zeg maar. Ik hou van dit. Ik vind dat je zeg maar een soort van samen moet afspreken met elkaar. Mm-hmm. Ik heb verschillende boys om me heen. Een soort compromis maken. Maar zou je met een vrouw kunnen gaan die meer dan jou verdient? Ja. Ik niet, man. Heb je dat wel eens gedaan? Nee. Was je balling? Vroeger wel. Ja. Vroeger. Ik denk dat vrouwen die zeg maar zo heel, heel veel verdienen, die zijn sowieso soort van scherper met wie ze ouwe horen en wie niet. Mm. Denk ik? Nee? Denk ik kan alleen voor mezelf spreken. Nee, man. Nee? Bij mij niet, nee. Toch wel uiteindelijk op gevoel, toch? Het speelt op je gevoel uiteindelijk. Nee, maar ik ga alleen maar met Skiri Kais altijd. Ja. Maar oké, maar duwtje, wat hebben die guys waarom ze jou toch winnen? Want ze zijn skeer, maar wat hebben zij waardoor je er toch steeds weer voor valt? Dat ben ik gewoon geïnteresseerd in. Een level van empathie, creativiteit, liefde, aandacht. Het gevoel dat ze... Ik ben zelf soms zeggen, ik kan mezelf gewoon onderhouden en het gaat gewoon goed. Mm-hmm. Alleen het is voor mij niet heel erg belangrijk. Het is per ongeluk zo gebeurd. En ik vind gasten die heel erg bezig zijn met money maken, vind ik gewoon niet zo aantrekkelijk. Mm. Omdat ik het zelf niet zo belangrijk vind. Ja, ik voel waar. Dus je zoekt andere eigenschappen in je partner. Ik zoek niet mannen die heel erg bezig zijn met legacy of dat soort dingen. Juist, ik vind dat niet zo belangrijk. Ja. Want dat is gewoon een ego-ding. Ja. Ik ben super ego. Ben ik dan een egoïst? Nee, niet een egoïst. Een ego is iets anders dan een egoïst. Een egoïst betekent dat je alles over jezelf maakt. Een ego betekent gewoon dat je heel erg bezig bent met je eigen persoon neerzetten. En zorgen dat je over 10 jaar, als je doodgaat, nog steeds herinnerd wordt. En dat soort dingen. En ik dat ben ik echt aan het doen, man. Dat probeer ik echt als mij. Ben ik een ego dan? Je hebt een ego, maar ik ook. Ik denk dat iedereen wel een ego heeft. Dat je ego dan gewoon net even wat meer op de voorgrond staat dan bij haar bijvoorbeeld. Dan gewoon day-to-day, weet je. Een gezegde, van een Nederlands gezegde die ik echt top vind. Achter elke man staat een sterke vrouw. Ja. Dat vind ik echt een hele... Maar je bedoelt... Sorry, ik wou die grap weer maken. Je bedoelt sterk met massages gewoon... Nee, wat bedoel je daarmee, sterke vrouw? Want dat klinkt altijd alsof ze heel veel slikt. Alles oké vindt. Je hoort dat ook vaak, als vrouwen heel veel dingen hebben geprikt. Misschien moeten we dit eruit knippen. Want ik weet niet of... Ik ga gewoon zeg maar wat zeggen wat ik echt denk nu. Maar soms denk ik dat jullie daarvoor gemaakt zijn, zeg maar. Jullie hebben zeg maar een soort van... Om te slikken. Niet om te slikken, maar jullie... Nee. Oh niet, my god. Ah, je wil mij zo... Niet doen. Nee, maar jullie hebben een hogere pijngrens, zeg maar. Jullie zijn een soort van gemaakt, zeg maar, om... Ja, we hebben reserves. Ik zeg altijd... Toch of niet? We hebben reserves. Vrouwen zijn gevoeliger dan mannen. En mannen zijn emotioneler dan vrouwen. Ja. Dat zeg ik altijd. Omdat vrouwen gewoon zoveel meemaken. En mannen, ik hoor vaak in mijn omgeving dan als een man... Een vrouw heeft meegemaakt die 1 keer is vreemd gegaan, stort hun hele wereld in. Ja. En weet ze niet meer waar ze het zoeken moeten. Ja. Terwijl vrouwen, zij maken die shit vaker mee. Maar ze blijven toch gewoon in stabiel. Hun kracht staan. Stabiel, jullie zijn sterker dan ons. Jullie kunnen een man maken, jullie kunnen een vrouw maken. Weet je wat voor power dat is? Maar denk je dat dat een stukje ego, gevoel, wat denk je dat dat is? Wat dan? Het verschil. Dat een vrouw misschien meer reserves heeft dan een man. Een man is gelijk gebroken. En dan hoeft het niet meer. En fuck dit. En jullie weten hoe het gaat. Ja, ik denk dat jullie soort van gemaakt zijn, zeg maar, om... Gewoon die ruggengraat. Jullie hebben meer ruggengraat dan ons, man. Wij zijn ook als we ziek zijn, zijn wij... Of niet? Als wij ziek zijn, zitten we al... Oh, schatje, ik kan niet. Ik ga dood. Of niet? Zeg maar, jullie zijn ziek en ja. We hebben die period cramps en we gaan gewoon naar werk. Van, dit is niks vergeleken met... wat ik begrijp ook het doel? Ja. Van,
Daar staan er bevallen. Vergeef mij, als ik, ja, vergeef mij echt als ik iets verkeerd zeg. Nee. Ik ben je echt heel erg aan het kutten. Ja, ja, nee, please. Ja, maar vergeef mij echt als ik iets verkeerd zeg. Maar ik geloof dat echt dat jullie soort van... Jullie zijn sterker dan ons, man. Fysiek gezien is dat wetenschappelijk wel aangetoond. Dat we toch? Sterk zijn, ja. Klopt. Toch? En dan heb ik het over mentaal, maar ook gewoon... body denk ik ook gewoon, zeg maar, in de zin van pijngrens. Ja. Wij zijn echt mietjes. Wij zijn echt mietjes soms in heel veel dingen, man. Ik was tatoeëren en op een gegeven moment zegt die man tegen me... Zullen we het in drie delen doen? Ik zeg drie delen, ik zit nu toch hier. Welke 9 uur achter elkaar. Wow. Sorry? Welke sport? Wat heb je wow. Kijken? Ik heb dit getatoeëerd. Dit is een hele sleeve. Wauw. Stuk op je rug. Als ik er ben, mooi. Maak ik het toch af? Ja, zo denk zo ik er mooi. Ook over na. Ik zie tatoeëren echt als een soort therapie. Maar wat dacht ja. hij? Dat je ging flauwvallen of zo? Hij dacht van... Ja, hij, dacht, hij, keek naar me, hij, dacht, hij keek naar me, hij dacht... No, man. Dit is een pussy. Het moet in drie delen. Ik kijk naar hem. Ik zeg, ik heb dit. Zet het. Weet je? Ja. Zijn we het eens? Zijn we het eens dat jullie een hogere pijngrens hebben dat jullie meer kunnen ja. hebben? Ja. Dus ik heb niks verkeerd gezegd, hoor? Nee. Oké, gelukkig. Ik heb, als ik mijn maandelijkse periode heb, ik kan soms gewoon niet lopen. Ja. Maar ik ga alsnog naar werk. Ik kan gewoon, die pijn is gewoon zo erg dat ik juist iets moet gaan doen, zodat ik die pijn niet voel. Vergeet. Snap je wat ik bedoel? Ja. Je weet toch, als je bijvoorbeeld... Je hebt bijvoorbeeld tandpijn, toch? Kiespijn of zo. En als je dan iets aan het doen bent, dan heb je optreden, pijn optreden. Door. Ja, die half uur dat je optreedt, ja. is loesel. Ja. Als ik thuis zit, terwijl zeg maar die... Bij mij zeg maar mijn tweede en mijn derde dag echt heavy. Van mijn ongesteldheid. Zeg maar, als ik dan niet iets doe en ik ben thuis, dan ga ik echt door een hel. Maar als ik gewoon... Random. Waarom of we naar Walibi gaan of zo, ik heb... Ik waarom niet is eens. Dat? Waarom is dat? Ik denk dat het iets mentaals is. Het is een knop. Je zet het om. Nee, maar ik bedoel, waarom is dat dat jullie dat mee moeten maken, man? Soms, ik begrijp dat niet. Ik voel me echt... Het verhaal van de Bijbel is dat Eva de appel heeft gepakt... en dat we daarom nog steeds gestraft worden. Ja. Dat is het verhaal van de Bijbel. Ja. Eva fucked jou up. Mm. Maar ik vind die pijn, de fysieke pijn, nog niet eens erg. Ik vind het veel irritanter dat je gaat twijfelen over alles dagen ervoor. Mm-hmm. Dus dat je echt niet weet of je gewoon depressief bent. Ja. Of gewoon in je hormonen. Ja. Je ziet ook vaak memes op Instagram toch van... Do I want a relationship or do I want attention? Maar dan, in je ijsprong heb je toch die... Dat je zo gevoelig bent en zo. Ja. En dat je zegt van... Do I want to be with him? Of ben ik zeg maar in mijn ijsprong? Of moet ik gewoon een baby? Ja, is dat baby. Het? Ja. Maar communiceer jij dat dan ook? Ik heb op dit moment niet iemand waarmee ik het moet communiceren. So okay. I'm just a player for now. Zou je kunnen gaan met iemand die al een kind heeft? Of kinderen ja. heeft? Ja. Ja? Ik weet niet. Ik hou sowieso heel erg van kinderen. Ik denk ook dat voor vrouwen die kinderen niet die issue zijn, toch? Nee. Die babymama. Ja. Nee, maar ze hebben wel de relatie. Nee. Die relatie met die babymama. En ik denk, zeg maar... Als jouw vriend of degene waarmee je gaat praten, zeg maar, of die babymama, als een van de twee nog niet klaar met de ander is, dan is het echt een no-go. Ja. Als ja. jullie echt klaar met elkaar zijn, sta ik ervoor open. Van. Ik weet toch, ik verwelkom je kind ook gewoon alsof het mijn eigen kind is. Ik vind, maar ik ben van mening, ook omdat ik zelf een stiefvader heb gehad, van als iemand in jouw leven komt en diegene heeft een kind, is het gewoon one package. Weet je moet dat kind gewoon behandelen alsof het jouw kind is. Anders moet je daar niet eens voor gaan. Maar zowel de man en de vrouw moet klaar met elkaar zijn. Want als één bijvoorbeeld nog die andere terug wilt, of de één is nog jaloers op wat jullie misschien met elkaar gaan ontwikkelen, het gaat gewoon niet werken. Weet je? Dat vind ik het meest belangrijk. Dus het kind is never the issue. Want ik hou van kinderen. Maar regel je koude shit. Ja, ik hoor het. Maar je hebt ook... Ja, je hebt ook... Dat het gewoon wel cool is tussen babymama en je huidige vriend. Snap je? En dat vind ik ook hard. Ja. Waarom vind ik het hard? Het gaat om het kind, toch? Het is een volwassen gewoon. Ja, weet je? En je gunt iemand anders ook zijn geluk en zijn liefde. Mijn channel is gewoon met exen. Als iemand heel erg negatief over zijn ex praat... en de hele tijd zegt van, she's crazy en dat soort shit. Ja. Dan ga ik ook twijfelen van... Ja, hoe zou je bij mij aan? Ja. Wat zeg je over mij? Dus het woorden hebben kracht. Ja. Heb gewoon respect. Je bent super wantrouwig, jij. Wantrouwig? Nee, ik wil gewoon dat je respect hebt voor... Nee, het is gewoon realistisch. Ja, dat zo. Maar je zoekt wel nog iets in wat iemand zegt. Nee, maar beter heb je gewoon respect voor degene die jouw kind heeft gebaard. Precies, ja. No matter what. Je kan zeggen van, ze is moeilijk of weet ik veel. Ze heeft bepaalde issues, maar... Allemaal nog geen kinderen, toch? Nee. Wow. Maar woorden hebben ook kracht. Wat je uitspreekt, trek je ook weer aan. Dus als jij constant negatief gaat praten over de moeder van je kind...
jij hebt een nageslacht met haar gecreëerd. Ja. Weet je wat voor impact dat kan hebben op het kind zijn zelf? 100%. Dus keep it always a buck. Praat gewoon positief over haar. Ook al heeft ze dingen gedaan of geflikt wat jij niet cool vond. Het is gebeurd. Ja. Let it go, let it flow, weet je? Jij bent dan lesbisch, toch? Ja. Dus jij, ik denk dat jij dan zeg maar soms, dat het voor jou zeg maar soms nog moeilijker is. Omdat je dan zeg maar mensen hebt die, dat jij denk ik dan vrouwen tegenkomt die aan het struggelen zijn misschien met een vorige relatie. Maar misschien ook nog aan het struggelen zijn met of ze wel lesbisch zijn of niet lesbisch zijn. Ik val sowieso alleen op heteroseksuele vrouwen. Ja, ben jij, ja, wil je ze, je wil ze, je wil ze, je wil ze. Ja, man. Tina Turner. Ja, Tina Turner. Ja, I'm a turner out. Ja, ja, je bent op dat. Is dat ook diegene dat, zeg maar, waarmee je nu iets hebt? Ja, die heeft wel ervaring met vrouwen. Maar ik ben wel denk ik de eerste waarvan zij denkt van... Oh, hier zie ik langer potentieel in, zeg maar. Mm-hmm. Maar I like a challenge. Ik hou gewoon van een vrouw die mij wilt om wie ik ben. En niet per se om wat er in mijn broek zit. Snap je? Ja. En die vrouwen trek ik ook gewoon aan. En vrouwen die al met vrouwen zijn geweest... Ja, ik weet niet. Soms heb ik het gevoel alsof het meer iets is... alsof ze mij gewoon op hun lijstje willen hebben. Snap je? Ja. Kim, ik heb een vraag voor je, man. Ja. Wanneer voel jij aan ja? dat die vrouw jou wil? Zo. Is die energy van Kim? Ik weet niet. Wat zijn die signs, zeg maar? Want ik ben ook gefixt een keer. En ja. ik vond het ik gek. Ging jezelf chatten. Ik vond het gek. Ik vind het gek. Jij ja, ja. I'm just open the book right now. Ik zag Doe hier in... was het Pressure the Terminal volgens mij? Hey, dat is lang geleden, hoor. Ja. Maar ik heb sowieso scheid. Welke line had je op mijn gegooid? Ik weet het niet, man. Heb je dit al van tafel gehad? Twee mensen die elkaar gefixt hebben? Nee, man. Nee. ik heb sowieso gewoon scheid. En ik ben niet iemand die zo corny... Weet toch, lijns op je gaat gooien of zo. Ja. Ik ben echt iemand die observeert en gewoon heel goed aanvoelt of het kan of dat het mogelijk is. Maar het is niet altijd mogelijk, let's be honest. Maar ik voel gewoon heel goed let's aan. Let's be honest. Oké, maar vervolgvraag, Kim. Ja? Waarom kwam je dan op mij? Wat gaf jou die attraction? Wow. Want ik val op mannen. Ik weet het niet eens meer. That's long ago. Ja. Like, 5-6 jaar geleden was dat? Het is echt lang geleden. Ja. Die gooit is ook gewoon op haar. Ja. Ja, man. Ik wil wel weten waarom ze me wilde fixen, toch? Ik weet niet, gewoon je energy was top. Je was gewoon... Mag ik even inhaken? Ik snap het wel, hoor. Ja. Ja. Gewoon een vibe. Je was gewoon gezellig. Je was oprecht. Je was puur. En vaak is het niet gelijk dat jij denkt van... Oh, ze vindt me leuk. Of ik heb niet gelijk dat zij dan denkt van... Oh, ik zie Kim zitten. Maar als ze me beter leren kennen en met me viben... beginnen ze op een gegeven moment... zichzelf te betrappen op het feit dat ze denken van... Kim heeft me vandaag niet geappt. Ik mis haar toch wel. Hoe gaat het met Kim? Snap je? En zo begint het te groeien en dan gebeurt het. Maar je hebt ook gewoon vrouwen die mij als een soort verboden vrucht zien... en gewoon een soort... in een soort experimentele fase zitten... en iets willen proberen met een vrouw. En die komen ook op mijn pad. Maar ik ben geen experiment. Dan, daar heb ik ook geen zin in. Tenzij ik gevoelens, heb ook gevoelens. Ja. Snap je? Ik wil iets zeggen on behalf of Kim. Mm. Kim houdt van... En de best friend zit right there. Mm-hmm. Ze houdt van een low-key baddie. Mm-hmm. Gewoon, ze is low-key. Ze is in die oekoe. En Kim heeft zoiets van... Niemand ziet dit. Niemand ziet dit. Niemand ziet het, maar ik zie er gewoon. Ja. En ik, je weet toch, het is... Zeg maar, ik denk dat jij niet houdt Wanneer? Van meisjes die je makkelijk kan krijgen. Ik ben een low-key baddie. Ik denk, je wilt wel die... Like ze, wel, zeg maar, ze is wel masculine daarin. Van zeg maar dat ze... Ja, you like a chase. Hoe lang ben je al lesbisch? Zo. Wanneer als je dat ontdekt? Ik zeg je eerlijk, toen ik 4 was, wist ik het al. Maar ik was verliefd op, mijn juffrouw. Ik was echt zo verliefd op mijn juffrouw. Dat weet ik nog echt als de dag van gisteren. En ik wilde altijd met haar knuffelen. En ze gaf me altijd kusjes op mijn voorhoofd en alles. En ik voelde me helemaal... Ja, 4. Wow. Ik wist het echt kapot, jongen. Ik heb een... Zij was ook de eerste vrouw die mijn hart heeft gebroken. Want ze ging weg van die school. En, ja, man. Ja. Pijn in je hart. Wanneer ben je uit de kast gekomen? So that's like a whole nother story. Ik ben wel echt pas rond mijn 19e uit de kast gekomen. Maar het was gewoon meer omdat ik heel erg bang had dat mijn vader erachter zou komen. Mijn moeder wist het eigenlijk altijd al. Mijn moeder zei altijd van... Ik heb liever dat je lesbisch bent dan dat je een junk bent. En ik dacht, like... Ja? Fuck. Wat ben je, Antilliaans? Nee, ik ben Surinaams. Maar ik rook niet. Ze zijn altijd met een omweg of zo. Ja, want weet toch, Surinaamse ouders, Antilliaanse ouders, ze zeggen die shit niet gewoon straightforward. Ja, ja, ja. Ze gaan er altijd omheen draaien met een boog. Dus mama zei dat altijd tegen me. En ik dacht, waarom zeg je dat? Maar ik dacht, like, oké, whatever. Maar ik weet nog heel goed toen ik jong was, dat ik altijd een bestuurbare auto wilde. En die mocht ik nooit.
Want mijn moeder had zoiets van, waarom wil je niet met poppen spelen? Of waarom wil je geen babyborren of weet ik veel. Maar ik wilde gewoon die bestuurbare auto en dat mocht ik nooit. En uiteindelijk had ik echt een vriendin waarvan ik dacht van, oké, ik wil nu dat mijn moeder het weet dat ik met haar ben. Ja. En we hadden een dagje ruzie of zo en ze had bij mij geslapen. En toen zei ik tegen mama van, ja, wij hebben een relatie. En toen zei mijn moeder, maar dat wist ik toch al. En toen dacht ik, oké, de kogel is door de kerk. Zeg ik dat goed? Ja, de kogel is door de kerk. Maar mijn vader leeft inmiddels niet meer. Maar hij was echt een man van de straat, zeg maar. En hij had echt een bepaalde soort image en alles. En ik was echt bang dat mijn vader erachter zou komen. Omdat hij al bijna geen tijd had voor zijn kinderen. En ik dacht van, als hij nu ook nog weet dat ik op vrouw val, dan ziet hij me helemaal niet meer staan. Want dan ben ik anders. En dan ben ik niet deserving of his love, snap je? Yeah. Dus dat was wel een ding. En ik heb eerlijk gezegd nooit mijn vader gewoon echt like straightforward gezegd van, yo, dad, I'm gay. Maar ik hoorde wel van mijn zus dat hij het al wist. En dat hij zoiets had van, ja, is dat haar gelukkig gemaakt, zo be it, weet je? Dus het is wel echt een proces geweest om mezelf daarin te accepteren. En er is ook nog echt een periode geweest dat ik like super feminine was en jurkjes droeg en dat soort shit. Puur omdat ik bang was dat het gewoon op mijn voorhoofd geschreven stond. Die validation. Ja, man. Want weet je wat je zegt is, als jij zegt vier, ik snap dat. Waarom? Omdat ik heb een neef / nicht die dan, wat moet ik zeggen dan? Die op hetzelfde geslacht valt? Of trans? Ja, nee, hij valt op hetzelfde geslacht. Wat is hij trans? Nee. Hij valt gewoon op hetzelfde geslacht. Ja. Maar bedoel je / nicht / homo? Ja, hij is homo, zeg je dan, toch? Okay. Ja, ik wil gewoon de respect. Ik wil gewoon de respect. Hij is gay. Ik heb dan zeg maar een neef zeg maar, die gay is. En hij was ook bij 4 jaar. Deze nigger liep langs, zeg maar. En eerst als hij stond op, eerste wat hij doet is dit. En mijn vader en mijn moeder, hun hebben gezegd, maar hun hebben geen... We hebben geen blad voor de man, zeg maar. Nou, Marieke, kon je? Nou, zeker. We begrijpen het niet. Mijn vader zegt, nou, dus mijn vader en mijn moeder, hun zijn, zeg maar, hun zijn ook scherp. Nou, Marieke, kon je? Zeg maar, weet toch? En wat je zegt is helemaal waar, gewoon van. Je kon al, zeg maar, zien bij die leeftijd, zeg maar, al gewoon. En dat was misschien niet 4 of zo, maar misschien was hij misschien 10 of 11. Kon je dat al zien, zeg maar. Je weet daarin. In mijn familie is dat zeg maar super normaal. Je weet toch? Mijn familie is het super normaal. Ik heb net ook zeg maar een nichtje. Ik moet vragen naar of ze dit wil dat het erin blijft. Je weet toch? Maar zij heeft ook tegen ons laatst gezegd. En dan mijn zus heeft een soort van een dag gecreëerd. Dat wij zeg maar allemaal heel de familie kwamen. Oh, dope. En dat ze dat toen verteld hadden van. Bless. Dat is wel echt bless. Ik val op vrouwen zeg maar. Je weet toch? En bij ons is dat heel normaal. Bij ons is het van. Fakken met jou, man. We wisten het al. Ja, man. Laten we eten, man. Hebben jullie nog eten gefixt? Je weet toch, man. Voor ons is het gewoon heel normaal, zeg maar. Je weet toch, en... Ja, als je zo geboren bent... Maar het is niet overal normaal. Ja. Nee. Ik heb ook gewoon... Dat was mijn volgende vraag. Denk je dat je zo geboren wordt? Of kan je dat ook, zeg maar, worden in life? Of... Nee, man. Ik denk echt dat je zo geboren wordt. Ja. 100%. Dit is gewoon wie ik ben en this is part of me being me. Maar soms heb je ook, en dan zeg ik praat alleen maar met respect vandaag, Nederland, alsjeblieft. Je weet toch? Maar soms heb je ook zeg maar een man die getrouwd is, zeg maar, al die 10 jaar getrouwd is met een vrouw en dan zegt, na 10 jaar zegt, weet je wat, ik ga met een man leven. Hij was altijd al gay. Maar geloven we niet in biseksualiteit? Ik geloof sowieso wel in biseksualiteit. Maar ook bij mannen dan, toch? Ja, ik geloof ook dat het bestaat bij mannen. Geloof jij in biseksualiteit bij mannen? Ik moet er wel in geloven eigenlijk. Want het bestaat. Ja, het bestaat. Het bestaat, absoluut. Ja. Je ziet het om je heen, snap je? Iedereen weet inmiddels van mij dat ik gewoon op vrouw val. Maar ik zeg altijd, mijn seksualiteit defineert mij als persoon niet. Want bijvoorbeeld, nu toevallig is het ook deze week like gay pride. En alles draait in over, staat in het teken van gay zijn en dat soort dingen. Maar ik ben gay, maar ook niet gay. Snap je? Ik zie het gewoon like, it's part of me. Maar het is niet like... een heel verlengstuk van mezelf of zo, snap je? Maak je nooit mee dat je, maak je... Want dat is wat jij zegt, toch? Je houdt van die chase en je houdt van die uitdaging. Ja. Heb je nooit dan, zeg maar, dat Nickers jou zien als uitdaging? Oh, ik ga haar wel wiepen. Ik kan daar echt een boekje over doen, man. Wow. Ja. Ik heb vaak dat...
niggas gewoon me like, zeggen van, hey Kim, je bent wel sexy man. En dan word ik gewoon een beetje boos. Maar at the end of the day denk ik ook, it's a compliment. Hij ziet mij gewoon, hij kan de vrouw in mij nog steeds zien. En hij waardeert mij gewoon voor wie ik ben. Dus ik accepteer die compliment ook en ik zeg gewoon thanks. Jeet toch? Maar je moet niet te lang doorgaan. Want ik heb ook niggas gehad die echt lang doorgingen. Dat ik gewoon dacht van, hey, wat ben je? Ik loef dat echt niet. Maar ja, die mensen mogen er ook zijn. Sommige mensen houden ook van de chase, is wat precies, jij zegt. Ja, snap precies. Ja, hoe jij dus van een chickie houdt die misschien niet onmogelijk lijkt. Ja, of ver. Okay, hebben mannen dat waarschijnlijk ook en wel. En ik kan dat ook alleen maar respecteren, maar ik ben niet die persoon daarvoor, man. Don't do that with me. Ik word er ongemakkelijk van of zo. Je haalt iets in mij naar boven wat ik niet fijn vind. Like, je maakt me agressief of zo als je mij dat opeens. Ik heb dat vaak gewoon in de club. Dat niggas gewoon naar me toe komen en zeggen van, hey, I see you. En ik zeg, oké, thank you. Don't do that. Maar het hoort erbij, snap je? Ja, zo, ik kan me ook voorstellen dat mannen, zeg maar, en misschien ligt daar ook misschien een klein beetje biseksualiteit in, zeg maar, dat mannen, zeg maar, naar jou kijken en denken van, het kan mijn nigger zijn, man. Met haar kan ik chillen, zeg maar, en misschien naar andere vrouwen kijken. En begrijp je wat ik bedoel? Ik snap je. Maar ik denk ook dat er gewoon mannen zijn die, ik denk eerlijk gezegd, als ik gewoon voor mezelf spreek, dat het voor vrouwen die op vrouwen vallen veel makkelijker is om uit de kast te komen en jezelf te uiten voor de persoon dat jij bent dan mannen. Er heerst nog steeds, ja, jammer genoeg, een bepaalde taboe op homoseksualiteit onder mannen. En daarom snap ik heel goed dat het voor mannen moeilijker is om uit de kast te komen. En dat ze dan op latere leeftijd dan pas ervoor uitkomen dat ze op mannen vallen, weet je. Ik snap dat. Maar ja, at the end of the day, er is niks mooiers dan jezelf zijn en volledig in je kracht staan en jezelf accepteren. Want ik weet hoe dat kan zijn. Ik heb lang moeten vechten om op dit punt te komen waar ik nu ben. En ik merk dat nu alles voelt alsof alles op zijn plek staat, dat ik ook echt de beste versie van mezelf kan zijn en dat ook met de wereld kan delen. Dus alles gaat met de tijd, maar als je daar eenmaal bent, dan ben je er ook. Snap je? Ja. Ja. Los van geen money, wat moet jouw man nog meer hebben? Goed masseren? Wauw. Laten we tenminste eentje teruggooien. Nu zit mijn hele DM's op. Nee, ik wil je. Okay. Wat voor mij een man, ik denk wat vooral niet moet hebben, is een gebrek aan openheid. En ik denk dat, waar ik vaak wel tegenaan liep, is dat dan wil je wel een zekere dominante man of een zelfstandige man. En dan hebben ze wel echt heel erg richtlijnen over hoe ze denken. En dan is dat wel gewoon heel stif. En dan kan je dat niet echt, bijvoorbeeld mannen die bijvoorbeeld homofoob zijn. Helemaal niks mee. Nee, precies. Echt helemaal niks mee. Daar gaan echt alle alarmbellen af. Ja. Vooral als je enige vorm van onderdrukking kent vanuit jezelf, omdat je bijvoorbeeld een etnische minderheid bent of weet ik veel, misschien een financiële minderheid of whatever. En dat je dan wel super gaat discrimineren tegen mensen die geboren zijn zoals ze zijn geboren. Ik snap niet hoe je een bepaalde onderdrukking kan zien vanuit jouw level en niet vanuit andere mensen level. Ja, precies. Dus maar dat je kan dan niet met diegene zijn karakter. Nee, ik kan niet gewoon met die soort denkwijze. Van die stifheid, die bekrompenheid. Mag ik één ding zeggen? Wat ik eigenlijk opmerk, zeg maar, aan wat jij zegt, zeg maar, ik maak net een grapje erover. Maar tegelijkertijd, zeg maar, dan denk ik erover na en denk ik van, ik denk dat jij alleen maar kan gaan met een skere nigger. Sorry, of niet met een scary guy, zeg maar. In de zin van, weet je waarom ik dat denk? Zeg maar, omdat iemand die, zeg maar, ook money maakt, die pikt al die shit niet van jou, zeg maar. Dus dat je, zeg maar, zelf een carrière hebt, dat je zelf, zeg maar, ook dat je geld verdient. Dat je... Wat zit je aan het knikken? Ik snap het wel. Het zijn twee sterke karakters die dan samenkomen, toch? Er gaat toch iemand zijn die net zo erg bezig is met gewoon een purpose en gewoon iets kunnen doen wat hij of zij altijd al had willen doen, zonder dat hij focused is op money. Maar denk je dat die man dan ook nog steeds de basisprincipes die jij belangrijk vindt, zoals dat empathisch zijn, je noemde net wat dingen op, maar ik heb echt het empathisch is me echt bijgebleven. Denk je dat diezelfde man die dan ook gewoon wel geld heeft, dat
dat ook kan, dat gaat bijna niet samen. Ja. Jawel. Dat gaat bijna niet samen. Nee, dat gaat niet samen. Ik vind jou best wel empathisch. Ik ben scared. Oh my god. Ja, maar ik ben benieuwd of je denkt dat mogelijk is. Dat, ik zeg dat zo'n mannen staan. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Tuurlijk, weet je. Ik ben sowieso een uitzondering. Het zijn gewoon mannen die goed opgevoed zijn. Ja. Ja. Nee. Dat wil ik niet stellen. Dat ze goed opgevoed zijn, ik weet niet. Ik weet niet. Nee, ja. Want ik bedoel, het is wel misgegaan. Ik ben er nog niet meer samen met een van deze guys. Wat waardeerde jij voornamelijk in je exen? Ze zeggen altijd dat er een patroon is, toch? Ex. Op de mensen. Dat ze niet op mijn vader leken. Ik ben het tegenovergestelde van Kes. Ja? Want dat is ook een vraag. Dat is die vraag die ik net had. Nee, maar dat kan. Van vallen vrouwen zeg maar op hun vader? Zeg maar, of op het tegenovergestelde. Ja, of op het tegenovergestelde. Ja. Mijn vader is maar alles. Maar alles. Hij is mijn grote voorbeeld. Dus de guy waar jij mee gaat eindigen is zeg maar... Gaat niet met hem om kunnen gaan. Bij mannen is het wel zo. Bij mij is het wel... Is niet mannen. Per se als mijn vader. Is het zo? Mannen. Is het zo? Maar je gaat hem kunnen voorstellen. Ja. Aan je pa. Ja. En dat ze met elkaar overweg kunnen, ja. Toch? Ja, precies. Kijk, ik zou niet met een vrouw als mama kunnen gaan, man. No cap. Nee, maar mijn vader bijvoorbeeld wel, weet je. Kijk, mijn vader die... Ik hou van mijn moeder, man. Hij is jong van geest. Mijn vader stuurt mij pokoes. Kijk wat heet is. Snap je wat ik bedoel? Die shit werkt gewoon. Ja, heel persoonlijk, maar toen ik voor het eerst ongesteld werd, heeft mijn vader mij geregeld. Oh, dat is wel dope. Snap je? Ja. Dat is wel gelijk een band. Ja, weet je, het gaat diep. Ik zou raar in paniek raken. Zal ik zou googlen om shit broek. Zal ik je vertellen hoe die hele tour is gegaan? I'm gonna fix this shit. I'm gonna google this shit right now. Ik ga je vertellen hoe die hele tour is gegaan. Oké, dus ik ga naar school. 3 mountainbikes. Hoe oud was je? Meisje. Die ging op school op 3 mountainbikes. Ja, dus met mijn gang. Oh, okay. Dus ik had nog mensen om me heen. Dus mijn vrienden, die had ik. Toen ik opgesteld werd, was ik... 13? 14. Ja, 14. Is dat zeg maar de meestal een beetje de leak. Wel een beetje de leak, zeg maar. Ik was 15, ik was oud. Ja. Sorry, dat is een echt persoonlijke vraag. Maar zeg maar zo ik was 13. Ja. Oké, dat is ongeveer vanaf na 12. Na 12. Okay. Maar het was een soort zo rare... Na 12, ik ben nog een paar jaren cool. Ja, okay. Dus het was een soort van rare tory. Want we waren met z'n drie op de fiets. Je weet toch die rode fietspaaltjes? Die rood-witte. Die Amsterdammetjes. En ik had een broodje bouw pauw. Hup, we gaan in de ochtend, we gaan. En ik kijk achter me. Eentje roept me. En ik kijk voor me. En ik knal met mijn fietsband tegen die rode paal aan. Dus nu, ik val. Mm-hmm. Broek, had de witte broek aan. Ik zie ineens bloed. Ik denk, hè? Ben ik gewoon... Weet toch, is mijn pony gewoon beschadigd? Of is er echt iets hier aan de hand? Mm-hmm. Nou ja, ik ben naar huis gegaan, want ik had pijn. En mijn vader kwam gelijk. Hij zegt, nee. Hij zegt, het lekt. Je bent nu een vrouw. Maar jij dacht doordat je viel, dat er misschien iets was gebeurd. Precies. Ik ben Surinaams, toch? Ik ben Surinaams. Kreeg ook een Fernandes met de ei. Kijk die ring hier. Fernandes met een ei of zo? Als je als Surinaamse vrouw een vrouw wordt, zeg maar, dan krijg je een sieraad. Beautiful. Nee. En ik heb die sieraad van mijn vader gekregen. En het is ook de ring die ik altijd draag. Omdat als ik ernaar kijk, weet ik gewoon, hij heeft mij gered op dat moment. Ja, man. En mijn vader, ja. Zou ik een man willen als mijn vader? Ja. Mm-hmm. Ja. Maar het is niet per se iets wat ik zoek, want alles kan op je pad komen. Ja, maar het hangt net af hoe die valt. Het zou fijn zijn. Ja. Het zijn echt mooie verhalen hier aan tafel, man. Val je op donkere mannen of val je op Nederlandse mannen? Ik val niet echt per se op een type. Op een type? Ja. Je valt op gewoon karakter? Ja. Op de persoon? Random, ja. Val je op donkere mannen of Nederlandse mannen? Lastig verhaal. In het begin was ik echt wel op white. Toen kwam die switch. Ze zeggen toch, once you go, hè? Dus, je kan die zin gewoon afmaken. Je kan die zin gewoon afmaken. Dus, je weet toch, fijn. Ik ben nu daar. Ik ben geland, ik ben daar. Om antwoord te geven op je vraag. Donkere vrouwen of Nederlands vrouwen? Ik val op alles wat mijn aandacht pakt, man. Jij wil billen zien, tieten zien. Niet eens. Ik ben echt... Mijn beste vriend kan dat betuigen. Ik ben echt iemand die valt op... Energy. Sowieso energy. Energy spreekt. Ze moet gewoon
she gotta know how she carries herself. Ze moet weten wie ze is en ze moet staan in haar kracht. En die kracht spreekt en dat trekt mij aan. Alsof een soort magneet is die mij gewoon naar de toe trekt, snap je? Ja. Maar ik heb geen type. Sommige mensen zullen zeggen, ik heb wel een type, maar ik heb geen type. Mm. Ik heb geen type. Ja. Ja, Kes? Ja, ik ben nu in de fase van mijn leven dat ik in die dat stukje van mijn journey zit. Van dat ik begrijp waar ik vandaan kom en zo. Jordan B. Dus wie, eigenlijk... Wie Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Nee, want hij is light skin. The blacker the berry, the sweeter the juice. Ja, je bent op Chinese. Zeg maar, hoe ik zeg maar aan het leren ben waar ik vandaan kom en zo. Hou op. Waar ik vandaan kom en zo. Dan leer je gewoon te waarderen. Leer je gewoon te waarderen waar je vandaan komt. Dus dan heb je zeg maar bewondering voor Afrika. En hoe dat allemaal is begonnen en zo. Dus zeg maar, niet alleen qua uiterlijk, maar ook gewoon van wat mensen hebben doorstaan. Dan krijg je gewoon veel bewondering van dat soort mensen. Dus dan, hoe zeg je dat? Gravitate. Zeg maar, dan ga je... Gaat mee met de stroming, toch? Ja, dan ga je zeg maar die kant meer om. Dus ja, het zijn wel donkere mensen, ja. Ik dacht dat jij zo'n light skin lover was, man. Ik weet niet. Ik heb die fase gehad. Ja, dat dacht ik echt. Zeker. Maar... Nee. Ik hoor je, bent nu op... Die zijn nu op TikTok, smooth aan het doen, je weet toch? Ik heb geen tijd. Doe normaal, je mag niet niks doen met die light skin. Ik heb ook een tune die zo heet, ik heb geen tijd. Stream het. Shit, man. Hoe is het bij jou dan? Oh, wat heb je echt jij? Een type, ja. Heb jij een type? Billen. Nee. Echt? Ben je Billen of Bobby, man? Wat is gebeurd, man? Hou je van Billen of Bobby? Of hou je van een natte? Nou maar, ja! Dat is waar die pokoes over gaan. Laten we eerlijk zijn. Klopt. Die pony moet sowieso schoon zijn. Hello. Maar ik eet pony. Spa blauw. Moet sowieso naar spa blauw ruiken. Als niet naar spa blauw of spa rood ruikt, dan... Wat is het verschil tussen spa rood en spa blauw dan? Spa rood is zeg maar gewoon een klein beetje. Ik vind gewoon natural. En spa blauw is zeg maar, soms ruik je niks. Dat je denkt van, hè, hoe kan dit? Zou je begrijpen wat ik bedoel? Ja, ik bedoel dat je die rood eigenlijk kan mixen. Je raakt aan die vingers van, ja, dat kan niks. Bijna niet, dat kan niet. Hoe kan dit naar niks? Dat kan niet. Ik complimenteer vrouwen altijd, hè, als ze schoon zijn. Van, hé, shout out naar jou, man. Je ruikt echt goed. Ja, precies. Want ik heb ook een paar keer gehad dat het niet zo was, man. Ja, man. Wat deed je toen? Ging je toen ga je dan wel of niet? Dat is no, man, ik ga niet, man. Nee? Ik zeg ook, ik ben moe, ik ga slapen. Ja? Maar waarom zeg je dan niet gewoon wat er gaande is? Ja, dat was gewoon... Je kan dan zeggen, ga douchen. Dat is zo awkward, oh my god. Je kan zeggen... Alsof je dat nog nooit tegen een guy hebt gezegd. Dit waren match, zeg maar, voor me. Trekken guys ook wel eens een dik dat die stinkt? Ja, ik heb maar naar scheren. Wat gebeurt dat? Nee, ik heb het nog nooit gehad. Ik denk dat ik flauw val, ik zweer het. Gebeurt dat? Ik denk dat ik gewoon in shock raak. Ik denk dat ik gewoon denk cheeseburger, van... die man trekt cheeseburger. Ik denk dat ik gewoon... Ik ga gewoon zeggen van... Hallo? Hey shit, Loesje. Man. Hey, mijn zusje, man. Mijn zusje is in het ziekenhuis. Waarom zeg je niet gewoon ga douchen? Waarom zeg je niet gewoon ga douchen? Ja, maar ik weet niet. Het was bij mij, maar als in die geur daar is, dan gaat het niet om douchen, man. Jawel. Nee, het kan niet zo doen. Niet altijd. Let's be honest. Het kan ook echt een infectie zijn dat al een tijdje leeft. Oké, dan zeg je. Hier is mijn huisarts. Dit was gewoon een random... Ik heb echt periodes gehad dat ik gewoon... Dat was een hoop. Zij was sterk. En dit is gewoon een random chick die gewoon meeging vanuit de club naar huis. En die jeans ging uit? En toen was het nee. Kanonna. Ik ga slapen. Oké, nu hebben we gelachen erover. Toch was even fire geweest. Hoe was je goed, je pony? Water. Nee. Ja, water. Water. Geen lactacite. Sowieso geen lactacite. Nee. Geen mooie ik kan mijn tante voor je in SU bellen. We kunnen bladeren vanuit Suriname naar Nederland halen. Die bedoeld zijn speciaal voor die koetjes. Zodat die koetjes... Was dat meisje lesbisch die je mee naar huis nam? Of was nee, ze was ook hetero. Snap je? Okay. En dat is sowieso een guy die in haar is geweest, waardoor ze zo rookt. Ja. Uiteindelijk ruiken vrouwen zo door mannen. Door mannen, dat denk ik ook soms. Ja. Omdat ze die pH-waarde... Ja, die pH-waarde matcht niet, toch? Dat van die sperma in haar vagina, en als dat samenkomt... Dan kan al vocht zijn, Eindstand, vrouwen moeten gewoon allemaal gay zijn, want die pH-waarde matcht niet. Hallo. Dankjewel, die wat je voor je bijdrage. Nee, heb jij ooit iets met een vrouw gedaan? Ja, hè? Dacht ik al, ja. Ja, ja ben je niet bi? Of ben je gewoon, heb je dat één keer? Nee, ik ben bi. Je bent bi? Ja, ik zie een man. Ik zei het al. Kes ook nog wel een keertje. Ja, Kes sowieso. Waarom? Ja? Waarom zegt iedereen dit? I'm curious. Nee. Ik zie je niet trouwen met een vrouw of echt een relatie, maar ik zie je wel. Gewoon een keertje gewoon... Luister, ik ga het heel duidelijk tegen jullie zeggen. Ik kan een vrouw echt waarderen en ik kan een vrouw heel spank vinden. Gewoon van soms zit ik op Instagram en denk ik, god damn it, bitch. Ja. Van je bent spank. Maar...
ik zou nooit iets seksueels met een vrouw kunnen doen. Maar geloof je dat je, zeg maar, geloven jullie dat je. Dat alles wat je. Ik zie er gewoon zo uit omdat ik tomboy ben. Nee, maar los van hoe je eruit ziet. Hè. Ik heb gewoon het gevoel dat, zeg maar, seksueel gezien, dat jij nog op een, in een journey gaat komen waarbij je zelf seksueel wilt ontwikkelen. En dat kan ook nog met een vrouw gebeuren. Laat ik één ding zeggen: strictly dickly. Respectfully. Je komt met koorts, Geloven jullie dat, je, dat alles wat je tot je 30ste gedaan hebt, dat je dan na je 30ste anders tegenovergestelde gaat doen? Ja, als ik het vanuit het astrologische point of view bekijk, geloof ik daar echt wel in. Want misschien ik, een rare vraag, maar zou jij ooit nog, zeg maar, ook gewoon. Nee, nee. Afbinder. Ik heb ook echt een relatie met een man gehad. Ja? Echt? Ja, ik, ja. Let's be honest. Ja. En daardoor weet ik echt dat dat niet voor mij is. Ja. Snap je? Ik geloof niet in. Kijk, natuurlijk zijn er ook, like, je noemt ze golden stars, die nog nooit met mannen zijn geweest. Die dan volledig met, alleen maar met vrouwen zijn geweest. Maar ik ben, like, echt. Wie heeft dat verzonnen? Zo'n naam als golden stars? I don't know. Dat zijn gewoon begrippen in de gay scene, toch? Elton maar, John. Nee, maar ik ben echt door echt die wegen gaan bewandelen om erachter te komen van wie ben ik en wil ik dit echt en ben ik dit echt. En, ja. Heb het allemaal ervaren om juist, te weten. Ja. Want. Wil je kinderen? Ja, ik wil sowieso kinderen. Dat is echt een van mijn bezielende wensen. Ik wil gewoon dat mijn vrouw mijn draagmoeder wordt. Ja, ik wil gewoon dat zij mijn eitje draagt en dat zij dan mijn kind ter wereld brengt. Wat? Dus ze stopt haar eitje in haar baarmoeder en de. Ja. Noem je dat? Wat voor eitje? Mijn. Degene waar het kind uitkomt. Ja, mijn eitje toch? Dus ja, dat komt uit mijn baarmoeder en de bevruchtiging vindt plaats in het laboratorium en dat wordt dan vervolgens in haar baarmoeder geplaatst. Ja. En zo krijgen we dan een kind. Zo Kim Kardashian ook. Zij is letterlijk zwanger van mij. Tuurlijk hebben we wel spermadonor nodig, maar. Ja, maar het is wel een spermadonor nodig. Ja, we hebben wel spermadonor nodig, maar zij draagt wel mijn kind. Snap je? En dat vind ik gewoon een hele mooie gedachte, want ik ga niet zelf dragen. Dat is maar wie zou dan de sperma? Maar dat is, zeg maar, jij hebt met alle respect van de wereld. Dus jij hebt een soort van omweg nu dat, zeg maar, dus jij gaat seks hebben met een man. Nee. Het wordt een eitje uit haar gehaald. Ja. In het laboratorium wordt daar sperma bij gevoegd. Ah, in het laboratorium. En de bevruchtiging vindt plaats in het laboratorium. En je mag nog kiezen. En dat wordt dan geplaatst in haar baarmoeder. Ja. En zij draagt dan mijn kind. Wist je dat je iemand als een Kim Kardashian, haar laatste kinderen, ze heeft Nori volgens mij alleen zelf gedragen. Al haar andere kinderen zijn via draagmoederschap gebeurd. Okay. Nee, die twee laatste zijn met draagmoederschap. Oh, en die twee eerste had zij zelf. Maar die tweede was met zoveel complicaties. Of tenminste, dat zeggen ze. Ik weet niet of dat echt zo is. Je weet toch, media. Anyway, maar de laatste twee zijn met draagmoeders gedaan. Maar dat was weer wel Kim haar eitje. Ja, maar dat is ook wat ik wil, toch? Ja. Met mijn eitje. En dat iemand dan, anders, ja. Nee, maar ik bedoel van, het, is dan niet, het zijn dan niet haar genen en haar eitje. Snap je? Zij draagt het, jouw vriendin. Ja. Gaat het dan dragen, daarom, maar het zijn niet haar genen. Ik geloof ook wel in dat, doordat het in haar baarmoeder zit, dat het toch wel een band creëert met haar. Waardoor ik het heel mooi vind dat vandaag de dag gewoon kan. Weet je, dat mijn vrouw gewoon mijn kind zal dragen. Ik had twee handbalcoaches en daar was precies hetzelfde aan de hand. En die hebben beide om en om een kind gedragen. Snap je? Het kan. Zou jij niet een kind willen dragen? Nee. Nee. Zou je dat niet mooi vinden? Ik was gisteren op een baby shower van een nichtje van mij. En ik zat daar en ik dacht. Nee, dit is voor niet voor mij. Nee. Lijkt me wel gaande, hoor. Wil jij moeder worden? Een kind dragen? Weet ik niet. Ik weet niet. Ik vind wel voor de ervaring. Ik zie jou wel echt een kind. Weet je wat ik zeg maar van ik. Ja, dat zie je. Ja, ik zie je ook wel echt met een kind. Maar ik vind het ook heel tof dat je zegt van weet ik niet. Omdat. Dat zijn, zeg maar, juist die dingen. Zeg maar, soms duw, wat je net zegt, toch? Levitate of zo, wat zeg je? Gravitate. Ja, toch? Dat je, zeg maar, soort van meegaat met, zeg maar, sommige dingen. En dus een van de dingen waar heel veel vrouwen mee ingaan, zeg maar, van, oh, je moet een kind nemen. Ja. Van, het is niet erg. Van, het is niet dat ik zeg van, elke vrouw, wat jij zegt, een massage. En dat, niet elke vrouw moet dat doen, zeg maar. Natuurlijk moeten er ook vrouwen zijn die, zeg maar, carrières hebben en toffe dingen doen en dokters worden en weet ik veel wat ze allemaal willen worden, wat allemaal kan, zeg maar, je weet toch? Maar er moeten ook gewoon huisvrouwen zijn. En het is, zeg maar, een soort van die feeling die ik krijg, zeg maar, eerst een soort sfeertje, zeg maar, dat als je zegt onderling tegen vrouwen, zegt van I want to be a housewoman, I want to be a housewife, dat dan, zeg maar, andere vrouwen tegen je zeggen you're stupid. Ik snap het wel, man. Ja. Het is gewoon niet zo gaande, de werkwereld. Vandaag de dag niet, nee. Toch? Als dat jouw keuze is en dat jou gelukkig maakt, ja, wie ben ik om daar tegenin te gaan? Doe je ding. Nee, want zeg maar, je hebt ook, ik vind het, zeg maar, soms.
Mannen zijn daar echt... Zij lacht. Soms hebben mannen meer respect als vrouwen. Dus zeg maar, ik geef je maar een voorbeeld. Jullie kunnen zeg maar, nu als groepje op vakantie gaan. Laat me niet over jullie praten. Nee, laat dat even ons hebben. Ja. Nee, vijf vrouwen kunnen zeg maar, op vakantie gaan. Zeg maar, en één van die vrouwen is getrouwd. Zeg maar, of heeft een man of whatever. Zeg maar, en die zegt van, yo, ik ga wel met jullie op vakantie. Maar, weet je toch? Ik wil niet zeg maar, met jullie... Ik hoef niet te hoereren, zeg maar. Je weet toch? Ik ben gewoon relaxed. Mm-hmm. Die vier vrouwen gaan tegen die chickie zeggen... Come on, man. Chill. Live your life. Mm-hmm. Live your best life. Dat. Live your best dat. Life. Ja, maar wat is de definitie van hoereren? Mannen doen het niet, hè? Wat is de definitie van hoereren? Ja, gewoon chillen of met mannen zijn. Of los zijn gewoon. Maar wel vreemd gaan? Of? Waarschijnlijk. Ja. Waarschijnlijk. Vrouwen kunnen een andere vrouw... Overhalen. Pushen in vreemd gaan. Ja, klopt. Dat is wel echt zo. Nee, maar mannen doen dat niet. Ik heb mannen dat niet zien doen. Je zit onder de plaat. Ik heb mannen dat niet zien doen. Ik wil bij zeggen, je bent een keer in een ollo ergens en er zijn twee chickies en je bent met je beste mattie daar. En die mattie van jou is op die ene chick en die andere chick is er ook en zij wil jou. En die mattie koos jou van, hey broer, ga jij op die meisje? Nee man, die mattie, als jij zeg maar tegen die mattie, dat kan ik echt zeggen. Boys, als ik iets nu zeg wat niet klopt, corrigeer mij. Maar als jij tegen die mattie van tevoren zegt, broer, ik ga gewoon met jou mee, maar ik ben niet op dat, hij respecteert jou. Ja, maar veel mannen die zeggen dat niet eens. Toch of niet? True. Maar veel mannen zeggen dat ik niet. Ik zal je zeggen... Van, zeg maar, als ik weet zeg maar, van Neldrik, toch? Ga hem niet coachen, jongen. Hij heeft een vrouw. Ik ga hem, zeg maar, zou ik hem nooit in een positie zetten dat hij, zeg maar, nogmaals, dit is jouw karakter. Nee, maar mannen zijn, dat is... Je hebt veel mannen die hebben dat karakter niet. Die hebben zoiets van, gun mij die chickie. Jij moet jouw part doen, zodat ik deze chickie ook krijg. Op het leven, het leven. Wingman, die moet ook wingman. Tuurlijk, zo'n ben soms ook wingman, tuurlijk. Maar het heeft denk ik wel te maken hoe jij bent. Weet je dat jij een hele goede wingman van mij was? Echt? Oh. Wauw, waar? Waar? Ja, dat zou je niet denken, hè? Er was een keer je hebt een keer een foto van mij gepost en toen slide er een voetballer in mijn DM. Echt? Ja. God damn. Dat was eigenlijk niet zo goed uiteindelijk, want die date was echt fire. Dat was helemaal niks. Oké, laten we gaan hem sparen. Maar je was wel niet winnen. Wat bedoel je, gaan we hem sparen? Gaan we hem sparen? Gaan we zijn naam niet zeggen? Nee, sowieso niet. Dat is niet wel een denkje. Ik moet er wel altijd aan denken dat jij gewoon eigenlijk uiteindelijk een wingman van mij was. Gek. Dat kan, zeg maar. Je kan op verschillende manieren wingman zijn. Ja. Dus ik heb je een assist gegeven. Thank you. In voetbaltaal. Thank you. Maar was het een goede assist? Of? Nee, was uiteindelijk niet zo goed. Nee. Hoe was die date? Hij loog tegen jou. Hij had money, waarschijnlijk. Maar je bent wel money. Ik was meteen afgeknapt. Ja. Je bent wel op date gegaan, dus je gaf hem wel kans. Ja, eerlijk, omdat mijn zus altijd fan van hem was. Dus ik dacht, laat me deze even gewoon voor het verhaal. En toen was het date, toen dacht ik, nee, toch. Ja, wat ben je nu aan het doen, Diewetje? In mijn leven? Ja. Want je was naar Amerika. Wat ging je doen in Amerika? Ik was een jaar in Amerika. Daar was ik A&R. Ja, van? Van Arista Records. Arista? Ja. Dat in een gekke shit gedaan. Dat is waar Bad Boy zat. Waar precies. Ja. Nu niet meer. Nee. En dat heb ik een jaar gedaan. Toen ben ik teruggekomen. Ik heb een boek geschreven. Ik maak podcast. Hoe heet je boek? Anxiety? Anxiety. Anxiety. Oh! Ook sorry. Is dat zeg maar een woordje die je zelf... En nou, ik had hem heel stoned verzonnen. En toen bestond hij al, blijkbaar. Dus, hij is wel catchy. I'm aligned with the stonedness. Ja. Misschien ben je het gecatcht in je stonedness. Kan ook, dat heb ik ook soms. Ja, misschien. Maar ik maak podcast en ik... Hoe heet je podcast? Auksvaart. Mm. Alles met Auks. Mm. Over de drie nummers die je op je uitvaart wil horen. Wow. Wow. Kom je daar ook? Het is wel een onderwerp wat niet vaak besproken. I'm dark like that. Heb je al verteld welke nummers jij wilt horen? Nee, dat heb ik nog nooit verteld eigenlijk. Wil je premier? Please. Ja. Ik wil Maggot Brain van Funkadelic. Ken je Funkadelic? Nee, doe even het woord dan. Zijn jaren... Nee, is een jaren 70 funkband. En dat is best wel een vet verhaal. Want die guy kwam in de studio. En George Clinton, dat is om te zeggen... Ken je dat nummer van Snoop Dogg? Snoop Doggy. Ja, dat is geïnspireerd op George Clinton's nummer. En hij kwam in de studio en George Clinton zei tegen hem van... hey man, ze hadden net LSD genomen. Hey man, je moeder is dood. En toen heeft hij hem in de studio geduwd, een gitaar gegeven. En toen heeft hij een gitaarsolo gespeeld van, denk ik, 7 minuten... En dat is het nummer. Wow. En toen kwam hij eruit en zei hij... Psych,
je moeder zit aan de dacht. Wow. Ja, dat is het nummer. Dat is een prachtig nummer. Dat is echt een prachtig nummer. Dat is het nummer, eerste nummer in ieder geval. Make It Rain. Funkadelic Make It Rain. Nee, Maggot Brain. Make It Brain. Maggot. Brain. Maggot. Maggot. Als in maai. Maden. Maden, ja. Ja, precies. En de tweede is Eddie Harris. I Don't Want Nobody. I don't want nobody. Nee. Kim dacht, ik ben DJ. Ja, toch, ik ben DJ. Niet zo. En de andere is nog eentje. De andere is een andere. De andere is BBO, is een instrumentale track. Is een hele... Wat zouden jullie willen horen? Hoe kom je daarop? Wat zouden jullie willen horen? Omdat ik op begrafenis, ik was op uitvaart. Ja. En ik hoorde nummers en ik dacht... Dit is dus wat er gebeurt. Er is helaas iemand overleden in mijn omgeving die heel jong overleed. Ja, dan is het zo fucking droevig. En dan denk je echt... Diegene heeft hier nog niet over nagedacht. Ja. En dan gaan ouders gaan een nummer besluiten. Ja. En dan luister je naar het nummer en denk je... Fucking dit past niet bij diegene. Ja. Ja. En toen dacht ik... Eigenlijk moet je hier altijd en alle tijden over nadenken. Mijn oma had er echt over nagedacht. Die heeft gewoon de hele begrafenis uitgeschreven. En één dag van tevoren kwam ze te overlijden. Mijn vader opent die computer en er staat een mapje. Pas openen na overlijden. Wow. Hij kon alles volgen. Para, man. Wow. Ja. Ik denk dat het heel zwaar is, echt, de nummers, wat ze aan wilde, welke sieraden, wie er moest zijn. Alles. Wow. Dus hij kon dat gewoon volgen. Welke sieraden, ja? Ja. Hij aan moest. Nee, zij. Oh, ja? Ja. Wow. Ook de hele dat outfit scheelt je, gewoon... Dat scheelt je heel veel. Het scheelt enorm. Je ziet vaak dat mensen gewoon begraafd worden... niet eens zoals ze waren, weet je. Klopt. Ik zag dat ook op mijn vaders begrafenis. Hij is niet begraven zoals de man die hij was. Ja. Weet je. En dat is toch heel droevig als je erbij stilstaat. Zeker. Mm-hmm. Ik heb er nog nooit over nagedacht. Dat is die communicatie wat je zegt toch in general, toch? Ja. Omdat, zeg maar, ik denk ook soms... Noem me ondankbaar. Maar soms surprise parties zijn, zeg maar, ook gewoon, zeg maar, een soort van iets wat iemand denkt dat jij wil. Ja. Heb je al een surprise party gehad? Ik heb wel een surprise party gehad. En vond je niet leuk? Was oké, maar het was niet, zeg maar... Zeker niet de mensen... Nee, sommige mensen die ik niet... Begrijp wat ik bedoel? Begrijp wat ik bedoel? Van, het is niet per se... Snap je? Dus het is heel wat je zegt. Wat zouden jullie willen horen? Ik heb daar nog niet echt bij stilgestaan, maar ik wil wel dat mijn uitvaart een feestje is, man. We gaan niet lopen janken. Dat wil ik niet. Je moet mijn leven vieren, man. Je moet het vieren. Dus ik wil mooie nummers, gewoon party nummers, weet je. Ik weet wel één nummer wat nu in mijn hoofd schiet. En dat is een... Dat is niet per se een party nummer, maar dat is een instrumental. En het is... Tadoo heet het. Maar ik weet niet van wie het is, maar dat nummer geeft me altijd een bepaalde soort rust. Die van Masego. Masego. Ik heb hetzelfde als haar. Ik heb niet meteen dat er drie in mijn hoofd schieten. Maar sowieso Juicy van Biggie. Hey. Ik ben een grote Biggie fan. En zeg maar, altijd door mijn hele leven heen is dat... Ik heb dat ook al eerder in een interview gezegd van... Is dat altijd al een nummer geweest waar ik gewoon heel erg affiniteit mee heb. Mm-hmm. Gewoon van de maatschappij of mijn juffrouw en mijn meesters altijd dacht van... Jij gaat toch niks worden, want het is puinhoop bij jou thuis. En je bent in jeugdzorg en zo. Maar ik kom toch steeds verder en verder. Ja. Mm-hmm. En het maakt me ook blij. Gewoon altijd overal waar ik kom en ik hoor Juicy. Ik hoor gewoon die... Het is gewoon die high, hè? Ik ben gewoon meteen blij, weet je wel? Dus en ik denk ook dat het belangrijk is, gewoon van als het mijn tijd ooit is, dat mensen gewoon weten van, je weet toch, je was een blij persoon en iedereen moet gewoon blij zijn. Leven echt vieren. Gewoon ook, vieren, toch? Ja. Niet, ik geloof er wel in, ik weet niet, op een bepaalde manier toch, als je, het gaat even diep hoor, maar ik ben Kessel, je weet toch? Als je ogen dicht doet en je kan je tegen jezelf praten. Toch? Terwijl je praat niet. Mm-hmm. Dat is je spirit. Ja. En dat heeft mijn vader mij meegegeven. Van, dat is je spirit. Heel veel mensen denken van wat is je spirit eigenlijk is. Wanneer je stil bent, je doet je ogen dicht. En je kan nog steeds met jezelf praten. Dat is hetgene wat nog steeds blijft leven. Ja. Dus dat je gewoon kijkt naar de mensen die er zijn. En dat ze gewoon zoiets hebben van ja man. Zij heeft het gewoon gedaan zoals zij wilde. En ze was altijd blij. En ik wil ook gewoon dat ze dansen met me. En gewoon geen gehuil, man. Ja, want ik geloof niet erin dat als iemand komt te overlijden... dat diegene helemaal weg is. Nee, ik ook niet. Diegene nee. is er nog steeds. Misschien in een andere vibration. Andere dimensie. Een andere dimensie, inderdaad. Maar die persoon is er nog steeds. Ik wil dinges, man. Maar Rutte, bij Unga... Da pakku, maar Rutte. Nee, ik wil... Nee, je moet niet zeggen wat je wil, want dan ga je uit. Zou ik soms mijn leven dromen...
Neem het maar zoals. Kennen jullie dit? Ja. Ja, ja. Kan me zo toch niet vertonen. Al dat ijzer. Kennen jullie dit? Ja. Wat is dat dan weer? Nou. Ik ben een beugelbekkie, vriendje. Oh my god. Ja, maar is kijk je dan? Nou. Kijk je beugel. Dat was die ongesteldheid aflevering, weet je nog? Ja, nou, ja, 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 ja. Ik gewoon checken. Staat op video. Ik kijk nu met mijn dochter. Nee, staat op video. Ja, man, check dat was toch wel echt cringe. Ik ging zo vaak kapot gewoon van plaatsvervangende schaamte. Mag ik ook van deze shit? Ja, zullen we een shot doen? Ja. Zullen we een shot doen? Ik wil nog wel een klein beetje shot. Op Becky en Hef. Oh my goodness. Op beugelbekkie. De hele wereld is gek. Beugelbekkie was altijd lit. Tuurlijk, maar kijk mijn face. Beugelbekkie was altijd lit. Ik vond het zo leuk. Zijn jullie wel eens verliefd geweest op een cartoon? Nee. Nee. Wil jij ook? Nee. Ik wel. Jij wel? Nee, ik lieg. Ik was wel verliefd op een cartoon. Welke dan? Hoe heet die? Josie en de Pussycats? Huh? Kennen jullie die? Nee. Ik ben 26, hè? 89. Hoe oud ben je? 32. Cheers, dames. Kijk maar aan. Wacht, laat me meedoen. Oké. Je raakt me niet aan. Die vrouwen hebben rookers overgenomen. Ze zijn aan het proosten zonder mij. God damn, wat een kut leven is dit, man, jongens. Ah, lekker. Heb je al een andere naam voor de vrouwelijke rookworst? Mm. Pussy Life. Knakworst. Waarom moet dat ding door midden? Sponsor bij Uno? Nee, huh? Nee, want zo zijn jullie toch? Knak. Als jullie dat konden, als vrouwen dat konden. Probleem. Knakworst. Ze denken zo van, ja man. Ik heb het dus heel vaak niet door, hè? Maar mijn vrienden en mijn vriendinnen die wijzen er altijd weer op dat mijn gezicht gewoon zoveel boekdelen spreekt. Ja, gewoon, en ik heb het gewoon. Ja, nou, klopt. Jij zou het dan wel weten, maar ja, duw het je dus nu ook van, kijk haar gezicht. Ik heb het gewoon niet door. Want dan, ik heb sowieso ADHD. Zeg maar zo'n momentje dat ik zeg maar realiseer wat jij zegt. En dan ziet zij ondertussen dat ik het aan het processen ben, toch? Ja, 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 ja. En dan denk ik van, wow, that's crazy. Gek. Ik vond het wel een leuke podcast, hè? Ja. Dus we kunnen nog wel een beetje lullen, toch? We hebben anderhalf uur nu. Ja? Oh, we kunnen nog een beetje, man. We kunnen nog een heel uur door. Ja, 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 vind jullie gezellig? Ja, ik wil sowieso even zeggen. Het kost me geen effort. De energy in the room is like echt goed. Ik ben echt een gevoelspersoon. En als ik de vibe niet voel, dan komt er ook helemaal niks uit. Dus dan ik kijk gewoon alleen naar jou. Nee, dus niet zo. Niet zo. Dus zit gewoon echt like across me. Dus daarom, maar... Nee, de energy is echt goed. En ik ben gewoon dankbaar dat ik met gewoon hele inspirerende mensen op de tafel mag zitten. Om gewoon mezelf te delen, man. Dat wil ik echt even... Wat vond jij het meest inspirerende dit jaar? Wat was echt een inspirerende moment voor jou? Wat een vraag weer, Ref. Ik vind het een goede vraag. Ja, ik vind het ook een goede vraag. Zo ben ik. Ik heb mijn witte shirtje aan. Het meest inspirerende was wel echt om te... Sorry. Wow. Maar mis alleen die pen. Te accepteren dat het geen zin heeft om te focussen op dingen die je niet kan veranderen. Dat was echt voor mij... Zoals corona. Juist. Ja. Corona heeft me echt doen beseffen dat het geen nut heeft om te focussen op dingen die je niet kan veranderen. Toen die hele viruswaanzin begon, dacht ik echt, what the fuck? Like, ja, we kunnen er allemaal over meepraten van dat de event scene het meest getroffen is door deze hele situatie. Ja. Ik wil het ook niet te zwaar maken, want ik gun het corona ook niet meer om te veel energy daaraan te koppelen. Maar het was gewoon een heel besef moment. En je ging heel erg bij jezelf na. Of althans, ik ging bij mezelf na. Wie ben ik los van de muziek? Wie is Kimberly nog meer? Wat kan Kimberly nog meer? Wie is zij nog meer? En ik ben heel erg in mezelf gekeerd. En heel erg gaan zoeken naar het antwoord op die vraag. Dus ik vond het heel inspirerend dat ik letterlijk... Op welk moment had je dat? Wat was die moment? Toen ik echt hoorde van, de clubs gaan voorlopig niet open, man. Ja. Ik stond letterlijk elke week in de club. Minimaal 3 keer. Je bent afhankelijk van de clubs eigenlijk. Yes. Ja. Precies. Ja. En, je bent veel gaan gymmen ook, toch? Heb je een andere hobby genomen? Ja, sowieso sport. Ik sport best wel veel. Ik was voorheen helemaal geen sporter. En ik ben nu echt minimaal 4 keer per week in de gym te vinden. Dat geeft me ook echt voldoening. En ik heb ook gemerkt dat ik... heel erg van boksen hou.
Ik heb sowieso een soort agressie in mij dat ik heel erg... Ga je wedstrijden doen? Ik zou echt wel een ring in willen, man. Ik ga MMA doen. Ik zie je dat wel doen, MMA niet. Ik zou wel doen, MMA kunnen doen, hoor. Ik, ik zie jou lopen in die Tony met je eigen pokoe. Ik zeg je eerlijk, ik zou wel echt in de ring willen, man. Beetje slopen, sorry. Ah, sorry. Vrouw, hoe zeg je dat? Vrouwen verslaan. Ja. Verslaan. Nee, ik zou echt... ik zou wel echt de ring in willen. Ja. Daar ben ik ook echt achter gekomen. Sporten maakt me blij. Het biedt me innerlijke rust. Het geeft me de mogelijkheid om mijn hoofd boven water te houden in alles wat er gewoon speelt, weet je. En ik wil graag mensen gewoon inspireren, man. Met de persoon dat ik ben. En ze motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Of ik dat nou met muziek doe. Of de dingen dat ik zeg of de dingen dat ik deel, weet je. Ik wil gewoon like iemands dag gewoon beter kunnen maken. Met alleen al me being me, snap je? Ja. En dat kan je via verschillende platforms doen. Maar altijd dicht bij mezelf blijven. Want ik heb heel lang moeten vechten en moeten zoeken om mezelf in zijn pure vorm te kunnen vinden. Dus nu ik dat heb gevonden, wil ik dat ook gewoon delen. En hopelijk kan ik iemand daarmee laten zien van, joh, het is goed om jezelf te zijn. Weet je? Zijn dan je bent gewoon een soort walking testimony voor iemand anders. Ja, zo zou je het kunnen ervaren, ja. Maar er zijn zoveel mensen die dagelijks, dag in dag uit, maskers dragen. Het is heel zwaar. Je hebt dan het gevoel alsof je de wereld op je schouders draagt. En ik kom vandaar. Dus ik wil juist nu, ik zeg maar niet meer het gevoel heb dat ik me anders moet voelen dan wie ik ben, wil ik mensen gewoon laten zien van, het is cool om jezelf te zijn, weet je. Dus dat is iets wat ik echt in deze hele periode heb mogen leren en mogen ervaren, man. Ja. Zeker, zeker. Wat was voor jou een meest inspirerende moment dit jaar? Zo, dat is echt moeilijk, man. Ik ben ook iemand die snel geprikkeld is door iets, weet je. Door hoe mijn eigen leven is geweest, zeg maar. Echt kleine dingen kunnen mij inspireren, zeg maar. Momenten met mensen misschien. Of bijvoorbeeld een supporter van mij die opeens met een hele lading aan... Gewoon een heel DM, gek bericht. Ja. Een DM, inderdaad. Gewoon van... Hé, hey, door jouw tune heb ik dit en dit en dit kunnen realiseren of wat dan ook. Maar ik kan wel zeggen wat een les voor mij is geweest tijdens corona. Ik zeg niet per se dat het door corona is, want ik ben het echt met Kim eens van... Ik ben het zat om zeg maar die eer aan corona te geven, weet je. Want uiteindelijk zijn we gewoon allemaal gewoon onderdrukt geweest. Period. Is gewoon dat... En hiervoor had... Nog voordat ik hier naartoe kwam, had ik het nog met Kim erover. Is dat ego... mooie dingen in je leven kapot maakt. Ja. Gewoon put your ego aside. Mm. Ook al had je bijvoorbeeld een vriendschap met iemand en is dat misgegaan. Je kan iemand nog steeds, volgens mij was dat van Tupac, van we can still eat, just not on the same table. Ja. Weet je? Je kan iedereen nog steeds gunnen. Als iemand jou iets aan heeft gedaan, hoef jij niet per se revenge te hebben. Of diegene iets slechts te wensen. Wees gewoon gefocust op je eigen pad. En als er iets op je pad komt en waar je misschien denkt van... zal ik dat wel of niet doen? Put your ego aside. Want je kan gewoon een hele goede kans of ervaring mislopen. Omdat jouw ego jou in de weg zit. En ego is de duivel. Ego is de duivel. Net als verleiding. Het is gewoon iets wat tussen je oren zit. Weet je? Put it aside. Doe gewoon wat je moet doen. Volg je pad, weet je? En doe gewoon wat je moet doen. Wat zijn zeg maar de traditionele... Oh jee. Kom, nu komt het. Zijn ze op mij? Je bent op mij, dacht die jongetje. Wat zijn zeg maar de traditionele dingen die jullie als vrouwen zeg maar cool vinden? Dus zeg maar, misschien zijn er dingen die jullie niet cool vinden, zeg maar, die traditioneel zijn. Mm. Maar wat zijn de dingen die wel cool zijn om... Die koken. Wel... Ja. Echte bori maken gewoon. Gewoon echte van huis. Weet je, mijn moeder, ik zag het altijd bij mijn moeder. Maar ik vind die shit zelf nu. Ja, weet je, van ik heb het. Weet je? Je hebt die saus. Ja. Ik heb het nog niet.
Maar ik wil wel die anti zijn, waar iedereen wil gaan eten, toch? Zeg maar, al die niffels en al die nichtjes, dat ze bij mij willen komen van, zij kan goed koken. Dus die tante Kes of whatever het gaat zijn. Van, we gaan bij haar en met kerst gaan we bij haar, want zij kookt het lekkerst of zo, toch? Elke tante heeft dus ook een gerecht. Ik kan koken. Ja, ik zou niet zeggen dat ik zeg maar chef-kok ben, maar ik wil daar wel naartoe, zeg maar. Ja. Het is wel zeker een hobby voor mij. Ik heb nu ook een, shout-out naar papa, een nieuwe gast voor in huis. Dus... Ja, ik ben wel iemand die... ik heb passie in koken. Ja, je maakt goede gekke dingen? Ik wil gewoon meerdere dingen kunnen koken, zeg maar. Ik weet dat ik... Ik wil gewoon, omdat ik het zelf niet heb ervaren... Ik wil gewoon de beste moeder zijn voor mijn kinderen... die ik maar kan zijn. Ja. En daarbij hoort lekker koken, klaar. Ja. Gewoon mijn kinderen moeten gewoon... Is het ook belangrijk om die, zeg maar, zo van die cultuur... leven ja, houden, zeker zeg maar. Wel, zeker wel. Maar ook gewoon... Ik denk dat bij koken... hoort dat thuisgevoel, toch? Dus dat je je thuis voelt en zo. Ja. Dat mijn kinderen zeggen tegen hun matties... of tegen hun familie van... hé, mij maken kapot. Lekker koken, weet je? Je moet bij ons komen, bij mij komen eten. Ja. Dus ik denk dat het gewoon... Ik ben heel erg een familiemens en een gevoelsmens. En dat mijn kinderen gewoon... uit trots zeggen van, mijn moeder kan echt goed koken. Jullie moeten echt bij ons langskomen, zeg maar. Het is een beetje love language, toch? Dat je ook gewoon bijvoorbeeld weet van... En liefde gaat door de maag, hè? Ja, zeker. Laten we even love language hebben dan. Wat is jouw love language? Zeg dan. Ja. Dus vijf love languages. Wat zijn die dingen? Ja, wat zijn die dingen? Attention. Ja, dat is zeg maar als je aandacht wil. Ja. Words of affirmation. Fysiek. Nee, attention is geen love language. Nee, physical touch. Words of affirmation. Physical touch, dat is zeg maar als je iemand aanraakt. Ja, echt aanraking. Words of affirmation, dingen zeggen als ik hou van je, je bent mooi, dat soort dingen. Ik ben trots op jou. Ja, ik ben trots op jou. Gewoon echt die erkenning geven dat iemand er mag zijn. Ja. Acts of service, dus echt dingen doen voor iemand. Zoals? Bijvoorbeeld koken voor iemand, dat is bijvoorbeeld een act of service. Maar strijken, ophalen. Of ergens naartoe rijden, omdat iemand daar is. Nee, dat is physical touch. Touch. Nee, maar stel je voor, je hebt ergens een gig in Duitsland of zo. Dat die chick helemaal naar daartoe rijdt om jou te zien en jou te verrassen. Dat is ook een act of service. Ja. Dat is een verrassen, vooral je wil me catchen. Ja. Nee. Je wil me catchen, je wil me... Nee. All toxic stuff aside. Je rijdt helemaal naar Duitsland om mij te verrassen. Wat heb je te verbergen? Heb je een shorty in Duitsland? Nee, natuurlijk niet, maar ik ben gewoon met mijn boys aan het chillen. Nu verras je mij, ik krijg hartstilstand. Wil je mij... Eerlijk, ik zou het best wel fucked up vinden. Toch? Jij ook nog? Oké, sorry. Zijn dat dan gewoon? Nee, ik zou dat niet doen. Oh. Nou, maar stel even, jij hebt een show in Duitsland. Nu komt hij jou verrassen. Nee, ik zou het niet doen. Oké, laat ik het zo zeggen. Je hebt een showtje in Blue. Je komt thuis. 5 jonkels liggen gewoon klaar. Dat is verrassing. Tuurlijk, goede verrassing. Act of service. Maar dat leg ik net uit, zeg maar. Dat leg ik uit, zeg maar, met... wat zei ik net? Massage? Nee, met die... Hou Nee, met die... met die surprise party. Snap je van... Je kan een surprise party doen, maar dan moet je zo eerlijk zijn... om dingen te doen die die guy master vindt. Die chick master vindt. Gewoon echt kunnen verplaatsen als jij weet, in jouw schoenen. Als jij weet dat zij het master vindt om te eten bij Harbor... en van Harbor vindt ze het master om... in de super de paantje te worden en van super wil ze zeg maar gaan slapen in weet ik veel in wat is de beste surprise party die jij ooit hebt georganiseerd? Ik heb nooit een surprise party. Heb je ooit een surprise voor je vriendin georganiseerd? Nee, want ik geloof niet in surprise, man. Ik ben gewoon die guy, als ik jou een cadeautje geef, dan vraag ik jou gewoon wat wil je hebben. Ja? Ja, man. Huh. Dat is saai misschien, maar van ik wil niet misschieten. Ja. 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 Hebben jullie nooit een verrassing georganiseerd? Jawel, ik voor Stel. Een ex. Nee. Hoe dat was? Ja. Als ik de tijd terug kon daar... Sowieso zo romantisch. Ja, ik zeg je eerlijk, ik ben heel romantisch. Ik ben die nigger die gewoon random een ontbijt op bed voor je laat bezorgen. Omdat ik weet dat je een hele lange werkdag zal hebben. En je bent niet in staat om even goed te ontbijten. Dat soort dingen doe ik. Ik wil zo creatief en spontaan mogelijk een vrouw... Zou je een stadion afhuren net als Drake? Ja, zulke shit zou ik doen. Ik zou dat doen. Ik hou ervan om gewoon... Attent te zijn. Ja, maar ook gewoon iemand een ervaring te mogen bezorgen die ze nooit zullen vergeten. Ja. Dus ik wil echt een stempel drukken van... Omdat je die persoon kent. Ja. Als je een romantische date wil voor je chick, bel mij. Ik heb het ideeën voor dates. Ja. Maar je moet diegene ook echt kennen. Ja. Gooi even één idee dan.
Okay, deze... Een aantal niggas en een aantal niggas met problemen thuis, man. Deze werk, deze werk echt. Ik heb dit een keer gedaan. Ik was met iemand bezig die ik als potentieel zag. En ik zei tegen haar van, yo, je bent morgen vrij. Ik pik jou om 12 uur op en we gaan lunchen samen. Oké, wij lunchen alles, we eten. Nadat we gegeten hebben, leg ik 4 enveloppen op tafel. Zeg ik tegen haar van, in 1 envelop zit een joker. En in de overige 3 enveloppen zitten 3 dagactiviteiten. Kom met games nu! Ik ben sowieso, ey. Ze noemen me LL Cool K, niet zomaar. Ze noemen me niet zomaar LL Cool K. Ja, maar je bent ingegaan, hè? Ja, ik ga nog maar een slokje nemen. Like. Is die terminal? Ja, ja, ja. Maar 3 enveloppen op tafel. Mm-hmm. Zoals ik zei, in 1 zit een joker. En in de overige die zitten 3 dagactiviteiten. Joker is nou ook zo gelijk. No, is niet eens, broer. Nog niet. Nee? Die komt ook, maar luister. Die drie dagactiviteiten zijn gewoon dingen die we vandaag kunnen doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat ik gewoon meega hoe jij je nagels gaat doen. Wat ik eigenlijk een hel vind, maar ja. Ik doe dat voor jou. Je krijgt een bedrag om te gaan shoppen van mij. Of we gaan, heel corny misschien voor mensen, maar we gaan naar de artist of zo. Ja. Sommige vrouwen vinden dat like, echt master, leuk, ja. Weet je. Of naar een museum of zo. En de joker is like, als je die joker pakt, mag jij kiezen wat wij gaan doen. Oh. Oké, dus ze pakt een van die activiteiten. Laten we zeggen dat we naar de artist gaan. Nou, dan gaan we lekker dieren kijken samen en zo. Ja. En dan hebben we gewoon... Maar tijdens die dag spenderen we veel tijd met elkaar. We kunnen praten, ja. Maar we maken echt memories samen. Ja. Nadat we naar de artist zijn gegaan, gaan we het eten samen. Sushi sowieso, dat werkt altijd. Dus er is geen vrouw die niet van sushi houdt. Nee? Houdt u er allemaal van sushi? Ik hou van sushi, ja. Ja? Cool. Ik ben geen fan. Maar je kan niet sushi met die garnaal altijd. Ik kan wel wandelen. Ja. Ben je meer een steak person? Ja. Ik wil wel vlees. Ik eet geen vlees. Ik ben sushi of steak, guys. Sushi of steak. Ik ga sowieso... Nee, je pescatarisch. Ja, pescatarian. Dus ik ga sowieso niet met je naar Lucho of zo. Okay. Dat gaan we niet doen. Dus, ja, man. Seafood bar. En, ja, seafood bar, sushi, et cetera, et cetera. En daarna boek ik nog een hotel... Je krijgt een massage van top tot teen. Oh, die massage komt veel terug, hè? Ja, man. Een massage van top tot teen. I'm gonna run you a bed. Ik, ja, en soms werkt het om daarna nog ook seks te hebben. Maar ik geloof erin dat je er eigenlijk niet moet geven wat zij dan wil. Mm. Maar hoe leuk is het om te verwennen, toch? Is zo het geeft mij heel veel voldoening. Je bent niet enig. Zeg maar, volgens mij zijn we... Ja, je bent ook even op die poenie eten en loesoe gaan. Gewoon van, ja, man. Ik ben echt die poenie. Ja, toch? Van, denk eraan, zeg maar. Je weet wat allemaal zou kunnen gebeuren nu, maar het gaat niet gebeuren nu. Ja. Tjallas, ik zie jou volgende week. Ja. Je moet het niet te snel geven. Nee, precies. Je moet het echt niet als je weet wat je hebt. Ja. Zeg maar, boys die zeg maar, gelijk willen wiepen, eerste date. Dan is alles ervan af, toch? Ja, toch? Ja. Dat betekent, ik geloof zeg maar, dat als je als boy zijnde zeg maar, soort van aan het drukken bent die eerste date om te wiepen, dat jij dan zeg maar, soort van jezelf onder die chickie zet. Hoe bedoel je? Hoe? Letterlijk? Dan ben je niet meer die alpha. Nee, dan ben je eigenlijk niet meer die alpha. Je hebt al die 100 gegeven. Snap je? Want ik ga jou, ik ben al zeg maar, in die eerste date ben ik al bezig met jou laten weten van... Ik hoef niet te wiepen. Maar zei ik een keer tegen jou? Ik ben sowieso iemand, omdat sowieso mensen denken altijd: lesbische vrouwen, seks tussen lesbische vrouwen is eigenlijk alleen maar likken en vingeren en dat soort dingen. Maar ik ben like een vrouw die op vrouw valt die niet meteen poenie eet. Like, ik wil eerst zien of je clean bent. Die poes kan naar Balle Duc ruiken, ik wil een SOA-test zien, man. Ja? Ja, man. Je wil een SOA-test zien? Ik wil een SOA-test zien. Nee, kan ja, man. Ik zeg je clean, ik wil een SOA-test. Maar je weet dat niet zo'n SOA zijn in Maar waarom is die certificaat een statement voor je? Ik weet niet, man. Ik zou je zeggen, het komt wel ergens vandaan. It's based on an experience I have. Want ik had een keer iets met een dame. En shit, man. Ik ga er gewoon... Ja, ik ga het niet doen, maar ik ga het gewoon gooien. Ja, ik had iets met een dame. En het was meer like... Een beetje low vibrational. Ik zag er... KLM. Je had KLM. Wat is KLM? Kortslip, man. Nee, man. Dat niet eens. Nee, man. Dat heb ik nog nooit gehad. Man. Nog nooit. Nee, ik leerde een... Ik was in een club. Ik heb nog nooit een kortslip gehad. Laten we dat voor opzetten. Respect voor die. KLM. Hoe verzeer je het? Nee, man. Geen kortslip, man. Nee. Ik ga dit. Maar ik had in ieder geval iets met een dame...
zij ging mij eigenlijk chanten. En mijn broer zegt altijd tegen me... Dat is altijd fout. Dat is altijd broer, Kim. Dat is altijd fout. Mijn broer zegt als ze in jou willen, ren. Je moet rennen. Kim, een chick die jou chant, wil je een SOA geven. Dus jullie zeggen altijd shoot your shot. Wat is dit voor contradictie? Dat zegt mijn broer. Hè. Ik citeer gewoon mijn broer. Dat zegt hij altijd. En zeg in mij chanten, maar ik hou sowieso niet van vrouwen die mij versieren. Maar ik dacht van, misschien moet ik het een keer een gok geven, weet je. Oké, dus zij zei gewoon, ik wil je al lang, dit, dat, ze zo. En ik vertelde mijn beste vriendinnen van, ik heb gisteren chick ontmoet, dit, dat, ze zo. Ze is wel leuk en zo. Zei ze van, kijk gewoon waar het schip strandt. Nou, uiteindelijk, een paar dagen daarna was ik dus bij haar thuis. Ja, we had sex. Like I said, ik eet niet zomaar poenie. Mm. Ik weet niet wat jij doet voor mij of wat jij gisteren hebt gedaan. Misschien, ik weet het niet, snap je? Ziektes zijn overal. Dus ik doe dat gewoon niet zomaar. En uiteindelijk hadden wij dus seks gehad. Denk 2 of 3 keer. En Twijfelde je toen je ging? Wat hè? Twijfelde je toen je ging? Of was je gewoon derde keer? Ik was sowieso op die van, ik ga jou naaien. Kijk, even voor op te stellen. Er zijn meerdere manieren om een vrouw, zeg maar... om seksueel met een vrouw te zijn zonder dat je er oraal bevredigt, weet je? Mm. We hebben, zeg maar, attributen die we kunnen gebruiken zodat we een vrouw nog steeds echt kunnen verwennen. Hello. Yeah. En... Hello. Yeah. Respect voor you, don't play with me. Yeah. Anyway, ik ging dus... ik heb dus 3 keer seks met haar gehad. En op een gegeven moment was ik dus wezen sporten en ik kwam thuis en ik ging plassen en ik voel zo van, hè? Ik voel alsof ik ongesteld was, maar ik dacht, dit kan niet, want ik was al ongesteld geweest. Voelde dus prik limonade. Nee, prik limonade, broer. Ik kijk zo en ik zie zo afscheiding en ik denk, hè, ik heb dit nog nooit gehad. Dus ik bel mijn beste vriendin op. Ik zeg, hey, Clemessia. Ja, sorry. Ik weet niet wat er is, maar ik denk dat er iets is of zo. Dus ik werd helemaal paranoïde in mijn hoofd en zo, weet je. En toen zei ze, rustig aan. Er is waarschijnlijk niks aan de hand, Kimberly. Ga gewoon naar de dokter, ga gewoon checken. Ja. En ze zit wel goed. Dus ik ga naar de dokter gaan de volgende dag. Afspraak maken, alles. Alles, afspraak maken. Uiteindelijk bleek dus dat ik helemaal... Ik zat gewoon geen SOA, ik was ook gewoon cool. Maar ik had wel een bacteriële vaginose gehad. Ja. Dat kan dus wanneer jij seks hebt met iemand... als je pH-waardes niet matchen met elkaar... Mm. En dat komt dan met elkaar in contact... dan kan dat uit balans raken. Ja. Zij eet bijvoorbeeld... Dus ook geen lesbische seks meer? Eigenlijk moeten we gewoon helemaal geen seks meer hebben. Het is gewoon klaar. Dus ik dacht van, yo, what the fuck, man? Dus... Uiteindelijk, ik was al tekeer tegen haar gegaan. Want ik zei altijd tegen haar van, luister dan. Ja, je wil me nakken. Je wil mij nakken. Misschien heb je me gewoon iets gegeven. Maar heb je voor het laatst zo gehad, dit, dat, zo. En ze zei, ik ben gewoon goed. En ik maar jouw lichaam heeft dus, zeg maar, wat eigenlijk gebeurd is, dat jouw lichaam, zeg maar, een soort van iets herkend hebt. Ja. En dan, zeg maar, dat eruit gegooid hebt, zeg maar. Ja, afgespoot heeft. Mijn lichaam is sowieso, ik ben sowieso... I'm smart, die wordtje. Zo'n mooi gesprek. Hooggevoelig. Ja. Ik ben sowieso HSP, daar ben ik bewust van. Dus ik weet dat mijn lichaam heel erg intact is met mijn emoties. Dus als hoeveel, ik niet... hoeveel pH-waarde heb je? Ik denk dat mijn pH sowieso solid is. Ja. Daarom was het dus out of balance. Ik ben bijvoorbeeld iemand, ik ben nu al bijna 5 jaar pescatarian. Ik eet geen vlees. Oh, serieus? Dus, ja, man. Alleen vis is dat? Alleen vis, ja. Maar ook wel echt once in a while. Ik ben echt op weg naar het vegan zijn, maar dat is nog wel een ding. Maar ik wil uiteindelijk gewoon vegan worden, dat is mijn doel. Dope. Maar als jij spiritueel gezien merk ik gewoon dat alle dieren een bepaalde energie met zich meedragen. En als jij dat... Ben je nee, ik ben ook pescatarian, maar ik voel hetzelfde als haar. Okay. Ja. Wat is in het Nederlands woord pescatarian? Pescatarian. Wat? Pescatarian. Ik verzin dit woord nu net. Is dat het woord? Is dat het woord? Ja. Is dat je wel vis eet, maar... Vissen eten. Ik durf nog steeds niet die ene documentaire... Maar vissen eten is nog erger. Ik ook niet. Jullie zijn nog erger dan mensen die vlees eten. Weet je dat? Ja, gaande, ja. Echt, hebben dat gezien? Ik weet, als ik die docu zie, ben ik klaar met vis. Ik ga uitleggen in een notendop. Samenvatting. Oh my gosh. Wat er gebeurt is, zeg maar, mensen komen met een grote net. Die pakken, zeg maar, al die vissen. Dus de zee is super diep. Dus een grote net komt, die pakt al die vissen. Die vissen, die hebben natuurlijk pis en poep en die dingen, zeg maar. Die poep en die pis en die dingen, dat eet die koraal weer op.
Dus op het moment dat jij die vissen weghaalt, gaat die koraal ook dood. Wow. Zou je ook bedoelen? Ja. Dus zeg maar, dat is zeg maar eigenlijk de hele tory, zeg maar. En zeg maar, ze zeggen ook van, ze zeggen toch wel nooit plastic, niet plastic gooien in de zee en dat soort shit. Niet dat we plastic moeten gooien in de zee, maar dat zeg maar, wij zijn zeg maar 1% van een probleem. De echte probleem is zeg maar, al die netten die zeg maar, blijven hangen zeg maar, in een... Maar pescatarians zijn staat niet voor het feit dat je alleen maar op vis leeft. Hè? Nee. Het is gewoon meer van, we eten geen vlees. Ja. En als we dan nog een iets willen... Sporadische vis. Ja, dan eten we vis. Maar, wat vinden jullie eigenlijk zeg maar, van garnalen en kreeften en dat soort dingen eten? Ik eet sowieso geen schaaldieren. Nee? Ik eet geen schaaldieren. Waarom niet? Waarom niet? Leg uit. Dat ze levend gekookt worden. Ik vind het ook eng. Eerlijk gezegd. Nee, octopussen ook niet, want octopussen zijn hele slecht. Heb je die serie gezien? Octopussen zijn de allerslimste wezens ever. Heb je die gezien op Netflix? Uit, waarom? Als ze leven maar 2 jaar, maar als ze meer dan 2 jaar zouden leven, zouden ze de hele wereld in controle hebben. Leg uit, wacht even man. Ik vind het interessant, ik vind het super interessant. Dit is een serie hierover, My Life over as octopus? Teacher. Ja. My Life as Octopus Netflix. Staat op Netflix. Ja, echt? Ik ga het vandaag kijken. Ik ging huilen toen ik klaar was met dat ding, want het was zo emotioneel. Die man... Nee, maar octopussen zijn echt next level. Ja. Next level. Ze veranderen in kleuren, ze hebben 1000 tentakels. Ik werd echt misselijk toen ik dat at. Ik ga het nooit meer eten. Nee, maar er is ook DNA gevonden. Ik ben nu niet heel erg feitelijk correct. Dus iemand kan mij sowieso corrigeren. Ik heb te veel wijn op om dit te doen. Hoe serieus? Het komt erop neer dat de DNA is gevonden van octopussen op een komeet. En dat dus misschien de gedachte is dat octopussen niet van deze aarde komen. Ja. En dat zie je in maar als er één dier is op deze wereld die niet van deze aarde zou komen, zou dat een octopus zijn? Nee. Van dolfijnen vind ik ook echt gek, man. Ah, octopus kan of veel. Of zeepaardjes. Kan echt veel. Ik heb ook verdiept in maar octopus. Heb je wel eens gedoken op Curaçao? Ik heb één keer ik heb de laatste keer dat ik op Curaçao was, heb ik eerst onder water gekeken. Ik schrok me de pleuris. Hoeveel meter ging je dan? Nee, ik heb alleen gekeken. Oh, je Curaçao? Dacht je, nee, laat maar. Hoe laat maar. Nee, het is zo gaande. Ik heb een zeepaardje gezien op Curaçao. Ik heb allemaal gek koraal schildpad gezien. Schildpad gezien, heb ik gezien. Ik heb bijna een kopstoot gekregen van een schildpad. Ja. Curaçao. Jij bent zo iemand die dan zeg maar. Jij bent zo iemand als je dan een schildpad ziet, dan. Allemaal niggers. Niggers zwemmen weg. Ja. Nederlandse mensen zwemmen... Je gaat erin. Je moet even erin. Kijken. Ja. Even kijken of die lief is, zeg maar. Jullie zijn anders. Hoe groot was die? Hoe groot was die groot? Nee, was zo groot. Was niet zo groot. De grootste die ik heb gezien was zo. Was op Klein Curaçao. Dus letterlijk, ik zwom. Ben je met die boot gegaan? Ik ben met die boot gegaan. Ik zwem. En op een gegeven moment kijk ik onder me en ik zie zo'n schildpad. Maar ik hou van schildpadden. Maar het is beautiful toch? Ik heb zelf ook schildpadden thuis gehad. Mm. Vroeger. Mm. Ik had er 3. Ik vind het fantastisch. Ja, het is echt beautiful. Maar sowieso, als je op Curaçao bent, ga duiken, man. Ik heb 10 meter gedoken. Ga duiken. Naar beneden. Ik heb een nummer van je. Ik ga proberen. Ja, ik ga proberen. Dames, wat is zeg maar een... Zeg maar, als jouw vriendin jou blij wilt maken, waar moet ze jou weer brengen om te eten? Eén spot. PH-waarde. Welke spot? Mr. Sam. Mr. Sam, waar is dat? Ik weet niet waar het zit, maar ik heb gehoord dat echt goede sushi heeft. Okay. Gewoon ergens waar goede sushi is, moet je mij brengen. Okay. Café in the City is overrated, dus ik zeg goede sushi, Mr. Sam hoor ik. Waar moet die nigger jou brengen? Tante Annie's. Wat dan? Tante Annie's. Annie's Place. Annie's Place, ja. Annie's Place? Ja, je bent daar gewoon in de hoed gewoon. Je kan niet zitten niks, je wil gewoon in de bakje eten. Ik wil geen culinaire shit waarvan ik niet vol raak. Ik wil gewoon vis. Gek. Waar moet hij jou brengen? Ja. Heb je het over vriendin of man? Man. Date. Ja, maar dat is een ander verhaal. Ja, het is... Je kan ook gewoon Chef Kev voor me brengen. Ja, gewoon precies. Goede sushi. Nee, maar je gaat gewoon koken. Ja, van als je zelf iets maakt, waardeer ik het nog meer. Ja, van het, is jou, het is jouw shoe, jij nu die maak hele... Ik, nu maak ik een slechte pasta. Ga je het choppen? Ja. Uit liefde chop ik het wel. Je hebt je best gedaan. Ja. Je hebt je best gedaan. Ja. Ik appreciate dat. Zitten met buikpijn. Brr. Nu kunnen we geen seks hebben. Nu kunnen we geen sekspijn hebben, want je buik is... Jij gaat de pasta verneuken, hè? Nee, maar ik ben slecht. Misschien kook ik slecht, toch? Dat is de tory. Nee, maar als je gewoon je best doet... Het gaat om het gebaar, man. Mm-hmm. Ja. 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 Je hebt je moeite gedaan. Je hebt je effort erin gezet. Je hebt het op... De smaken zijn op jouw gevoel
uitgezet. Snap je? Waar kreeg je? Ja, ik hoor je. Dus waarom is, is letterlijk ik Annie's Place zou kiezen, is omdat jij weet dat ik van Annie's Place hou. Snap je? Ja. Ja. Dat ja is dan het. Kom je weer terug op die love language. Ja. 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 Wat was die love language uiteindelijk? Zijn we die, hebben we die love language uiteindelijk besproken? Ja, nee, niet allemaal. Nee, niet allemaal. Acts of service. Quality time. Quality time. Ja. Gifts. Words of affirmation. Words of affirmation. Dat is zeggen dat je... Het zijn er vier, toch? Vijf. Het zijn er vijf. Oké, okay, kan je ook zeg maar twee tegelijk hebben? Quality time? Absoluut. Je kan ook twee hebben? Je kan ook twee tegelijk hebben? Physical. Physical touch. Physical touch. Dat zijn er vijf. Juist. Physical. Ik heb sowieso twee. Wat ben jij? Dat is niet erg. We gaan hem vullen. Vul hem eventjes als je hem verkeerd wordt. Mag ik nog een flesje water alsjeblieft? Ga lekker op. Het is net alsof ik die mandjes niet heb, maar ik heb niet eens gerookt. Nee, maar we hebben allemaal niet gerookt. Je hebt veel shotjes op. Shotjes in de house, hè? Dus is dit de eerste rookworst waar niemand heeft gerookt? Ik denk het wel, man. Mm. Maar jullie zijn vrouwen, toch? Ik gun jullie gewoon. God damn, man. Die wat je maar sowieso ga je niet op ons gooien. We zijn vrouwen. Dat kan ik niet tegen, toch? Die wat je, hoe was het, zeg maar, van... Nou, wel een goeie aannemen dan, hè? Wat dan? Nou, zoals je met heffer ook ga je plat. Waar? Ik ben nou een keer echt goed plat gegaan. Oh my gosh. Voor mij, Jungle. Mm. Ja? Weet je nog de ene keer dat je je album liet horen en dat ik echt gewoon handig op de grond. Toen ging je nog stoer, je ging het vasthouden. Ik zag je om me vasthouden. Ja, was leuk, was leuk. Oh, is dat al? Oké, okay. God damn. Oké, okay, duwtje. Geregeld. Waarom ben je weggegaan bij Spotify, man? Omdat ik die baan aangeboden kreeg in Amerika. Niet liegen, man. Nee, dat was het. Echt? Zou je nu weer terug gaan naar Spotify? Nee. Waarom niet? Nee, dat kan niet. Dan is het niet de reden. Jawel, want de reden is nu veranderd. Het is heel anders dan hoe het was. Ik hou van pionieren. Ik hou van potential, toch? Ik hou van gewoon... skeren, motherfuckers. Underdogs. Nee, maar ik hou wel echt van pionieren. En dat is het nu niet meer. Ja. En dat was ook pionieren. In Amerika was ook pionieren. Precies, was gewoon weer overnieuw, zeg maar. Want eigenlijk, elke andere persoon zou denken van... No, ik heb hier in Nederland heb ik een soort safe... Hoe zeg je dat? Safe place gemaakt, zeg maar. Ik blijf lekker hier. Maar jij dacht van, no, ik ga overnieuw beginnen in Amerika. Nog kort smart. Ik vond het niet zo safe. Dat was niet zo safe. Skittles. Hier. Waarom niet? Het was gewoon... De druk was too much. Wat mensen van je wouden was too much. Echt? Ja. Echt apart, want ik zag haar heel anders. Waarom? Hoe ik het dan hoor, toch? Voor mij is het dan gewoon van... Elke vrijdag moet je gewoon dit en dit ready hebben en dan that's it. Ik had 103 playlists, hè? Oh my god. Heel veel, ja. Nou, dat leer jij mij nu. Snap je wat ik bedoel? Nee, het was niet... Dus wat, hoeveel pokkels is dat? 103 is 1000 pokkels? Dank je wel. Per dag komen er ongeveer 20.000 nummers uit. Oh mijn god. Ja. Ja, dus nee, je mist, het was... Je mist het niet. Lot. Nee, het was een lot. En voor ons is het alsof er 20 tunes uitkomen. Ja, het was waarom sta ik er niet in? Maar als je dan achterkomt dat er 20.000 nummers uitkomen, denk je... Oh. Wat is iets wat jij zou willen doen als jij zeg maar iets zou mogen kiezen? Stel je voor iemand uit... Niemand wil ook smoken? Oh my god. Alleen nieuwtjes gangster. Ja, maar natuurlijk, we zijn er. Stel je voor iemand zou jou nu bellen en zeggen... Je mag kiezen wat je wil doen in de muziek. Wat zou dan één ding zijn dat je nu zou kiezen? Dus in de muziekwereld? Zeg maar iets. Een label hebben, eigen kanaal, televisiekanaal, whatever. Iets wat zou je echt graag willen doen? Ik zou denk ik gewoon alles overhoop willen gooien. We willen wel Jonko. Wil je Jonko? Ja, natuurlijk, ja man. Ik zou alles overhoop willen gooien. Zoals? Ik zou niks meer over cijfers willen laten maken en gewoon dat het over de kunst gaat en over de muziek. Nice. Dank je wel. En de inhoud. Mm-hmm. Ja. Dus zeg maar een soort manier. Dus jij bent wel echt een music junkie. Uiteindelijk, het zit echt in je hart. Gewoon. Gaat echt om de puurheid van. Uiteindelijk. Niet zozeer uiteindelijk cijfers. Gaat het om dat je iets toevoegt waar mensen ook iets uit kunnen halen. En dat het niet alleen maar bevestiging is van je bekrompenheid of van je Waar ben je geboren? Venlo. Hoe kom je? Was Limburg, toch? Mm-hmm. Heb je echt love voor hip-hop of is het gewoon love voor muziek? Toen ik 11 was, toen was mijn eerste plaat Outkast en Wu-Tang Clan. Dat kocht ik als eerst. So you got love for hip-hop? Klaarblijkelijk. Waarom? Yeah. Waarom kocht je dat? Ik denk dat het alle twee wel echt heel erg om de videoclips kwam. Mm-hmm. Want die Sorry Miss Jackson van Outkast. Met die hond op de piano.
En Wu-Tang Clan Gravel Pit. Oeh, die clip is ziek. Ja. Ik denk dat het echt daarom was. Ik was daar, man. Ik was ook daar, man. Was je daar? Jump off, jump off, jump off. Ja, toch? Maar zo zie je maar dat een hele goede videoclip gewoon je echt kan, daar kan brengen qua marketing. Klopt. Als het een goede videoclip is. Als het niet een... Maar dat waren alle twee hele creatieve videoclips. Dat waren alle videoclips die niet standaard waren. Klopt. Dus die hebben me daar gebracht en sindsdien was ik gewoon hooked. Hooked, ja. No. En toen moest ik zelf zoeken. Ik hoor je echt, maar dat heb ik met... ken je Window Licker? Mm-hmm. Toen ik die clip zag, dacht ik, oh, ik hou van house. Ja. Die clip was Soul. Wat zijn je favoriete, wat zijn je top 5 artiesten? Soul. Engels. All time? Of all time? Ja, denk erover na, jullie. Ja. Ik denk wel, één staat wel echt Biggie. Ja. Shout naar jou, sowieso Biggie. Twee is Pac. Dope. Drie is Eminem. Doop. Ja? Ja. Je bent ook focus aan het maken nu, hè? Ja, man. Je rapt het zelf dus ook. Ja, man. Ja? Ja, man. Ja, wanneer ga je iets uitbrengen? Hopelijk zo snel mogelijk. Laten we takkie, man. Solo, we moeten takkie met haar, man. Ja, man. maar nog meer. JC. Doop. Vier. En Eve, man. Hard. Eve, sowieso. I love toch. Eve. Ja. Ja. Doop. En Nes en... Ze zeggen al, Pop Smoke is de gedeelde laatste plek voor mij. Ik ben echt like een... Maar Weak ik heb laatst, ik weet niet of mensen het hebben gezien, die verses van The Lox en Dipset. Ja. Ik ben wel echt opgegroeid met Dipset. En ik luisterde heel veel muziek van Cameron en Jules. Dus toen ik die... Vernedering zag? I don't want to call it that. Heeft Dipset verloren? Ja, man. Ja? Ik heb nog niet gekeken, man. Shout out Jada Kiss. Ja. Jada was like, hij was mad. Ja, ik moet nog kijken, man. Hij was Dipset like on fire. Gewoon hoe Dipset begon en... Killa gaat zomaar ticket boeken naar daar. Hij gaat dit LOX schieten, man. Hey, die versus is ziek. Die moet je gewoon checken. Het duurt 2 uur en 15 minuten of zo, maar ik heb alles gecheckt. Gewoon, je wilde gewoon daar zijn. Ja, en als je dat checkt, dan voel je gewoon die energy, hoe dat leefde daar op dat moment. Ja. En dat is gewoon sick. En dat heb je gewoon niet hier in Nederland. Dus ik dacht, wow. Plus, Juelz kwam met een hoed en niemand begreep die hoed. En zeg maar, na die verses kwam het dus naar buiten dat het een hoed was van Virgil Abloh. Gek. Maar het was echt, like... Het leek net een hoed van 2020. Het leek een durag, toch? Die pet met durag. Ja, zo'n durag en slash zo'n muts. Ik dacht wel. En iedereen dacht echt, what the heck is he wearing? En toen ging Virgil die foto posten van die hoed. En toen zei iedereen, Maar ik hou van dat soort dingen. Van die extra, van die side notes, weet je wel. Wat is jouw top 5? Oh my god. Oké, off the top. Prince, Biggie, Brandy, Faith Evans. The boy is mine. Ik zeg ook altijd, als ik aan het, of tenminste kijk. Hoe ik nu aan het recorden ben. Zeg maar, alles wat jullie nu al hebben gezien van Kessel is een aanloop naar wat ik moet zijn, toch? Gaande. Waar ik nu kom, ik kom niet meer om te zingen, kom om te slachten. Snap je? Nee, real talk gewoon. Slaughterhouse. Dus, Biggie, Prince, Brandy. En ook altijd als ik achter de mic zit, is het van... Die boys van de studio zeggen van... Sorry papa, ik hou van je. Zeggen van, Kes, je bent aan het wiepen. Gewoon van, je hebt die gevoel in je stem van... Je bent in een goosterse oor aan het zingen, weet je wel? Zeg ik tegen mezelf van, Kes, brandy mode. Gewoon van die zeg maar dat lucht, weet je wel? Ja. Hoe zij met lucht zingt. Jojo, dan nog, erbij. En laat me nog een gekke hip-hop gozer erbij zetten. Fuck it, Scarface. Gek. Ja. Omdat mijn vader houdt van Scarface. En gewoon die wokeness van Scarface. En gewoon hoe hij nog steeds in de hood is. Hij is wel, zeg maar, leveled up. Maar hij is nog steeds in de hood. En hij is respected in zijn hood. Weet je wel? Zeg maar, ik denk ook altijd voor mij, zeg maar, ook al ga ik, en ik weet het zeker, want ik ga ook verkassen van hier. Mijn geluk ligt niet... Dat weet ik niet zeker. Maar mijn geluk ligt niet in Nederland. Het ligt sowieso in LA. Ook gewoon qua A&R'ing en zo. Mijn hart ligt bij scouting en bij artist developing en dat soort dingen. Ook al hou ik zelf van muziek maken, ligt het gewoon niet in Nederland. Mm-hmm.
Maar ik vind het gewoon hard dat Scarface nog steeds in zijn eigen hoed is. Maar hij is nog steeds wie hij is. Ik zou ook altijd nog steeds een plek hebben voor staatsliedenbuurt, toch? Mm-hmm. Shout-out, staatlieden. Dus weet je, dat vind ik gewoon hard. Ik hou ervan als iemand authentiek is naar wie die is, waar die vandaan komt. Maar hij laat nog steeds zien van, ik ben hier begonnen en je kan hier komen. Ja. Waar dan ook waar je vandaan komt, weet je? Dat vind ik gewoon hard. Ja. Gewoon vergeet nooit waar je vandaan komt, dus... Ja. Dat is wel een gekke vijf, hè? Nee, maar goeie, goeie top vijf. Ik vind Prince op nummer 1 vooral echt gaande. Ja. Everyone got enough. Prince is niet bij jou. Waarom staat Prince op jou bij nummer 1? Ik denk vind je Ray J ook master? Ray J? Ja, Ray J was Kim aan het slaan. Ray J heeft Kim geslagen. Hij is zo'n troller toch, dus mensen onderschatten hem. Maar hij is echt wel fair. Maar... Jootje vraagt waarom ik... Hij is echt een stomme broertje gewoon, zeg maar. Maar hij is slim. Hij is slim. Ja. Want hij is rich as fuck. Is hij rich as fuck? Omdat hij trollt, heeft hij altijd... Hij trollt altijd met één van zijn bedrijven, toch? Mm. Want bijvoorbeeld, hij heeft die ene... Dat hij bij Love and Hip Hop was. En zijn muts zat de hele tijd anders, toch? En toen ging hij zijn bedrijf promoten en zo. Dus er zit altijd iets achter bij Ray J. Dus hij is gewoon slim. Maar Duwertje vraagt me net waarom Prince... Ik denk mijn eerste keer was ik volgens mij 11. En toen hoorde ik, toen woonde ik trouwens op een groep. Ik heb een jeugdzorgachtergrond. En toen waren we denk ik onderweg naar, ik weet niet, Efteling of zoiets. En toen hoorde ik When Doves Cry op de radio. En ik vond dat zo hard. En snap ik besef, je toen ik de tekst? Ik was, nee, helemaal niet. Ik was 11 jaar. En ik vond die muziek, die stijl en dat geluid, zeg maar, vond ik gewoon zo hard. Toen dacht ik van, zei ik van, wie is het en zo. En toen gingen we mijn groepsleider ging toen die Prince CD draaien. Volgens mij stond ook Kiss daarop. En dat begon met een gekke schreeuw. En ik dacht echt van, wie is deze guy? Ik was gewoon zo onder de indruk van hoe raar hij eigenlijk was en anders dan de rest. En toen ging ik me meer verdiepen in Prince. En dat hij al die instrumenten kon bespelen. En dat hij zo bougie was, dat hij niet zomaar met mensen ging... Volken van zomaar met mensen muziek ging maken en zo. Dus eigenlijk zijn hele persona, zijn personality. En dat hij al die instrumenten actually kan bespelen. Er hoefde geen computer aan te pas te komen voor hem om muziek te maken. Daardoor vond ik gewoon Prince heel hard. En toen hoorde ik op een gegeven moment Little Red Corvette. En hoe ik ouder word, begrijp ik nu Little Red Corvette. Gaat niet over auto, gaat gewoon over Pony. Is de guy van mama. Zeg je? Komt best wel dicht bij jou, toch? Ja. Nee, dat is Queen. Dat is echt cute, dat duwt je dat zegt. Ik zit niet te denken. Didn't mean to make Nee, maar wacht even. Heb jij nooit Prince beseft? Nee, jij bedoelt Purple Rain. Jawel. Never meant to cause you any sorrow. Dat bedoel jij. Ja. Maar nee, hij zong met Queen. Hij zong zomaar Queen. Zeg ik dat? Maar heb je Prince mij beseft? Jawel, natuurlijk wel. Ik ben nu paantje. Ik kan dit okay. Maar anyways, waarom ik Prince gewoon zo respecteer, is een metafore. Dus Little Red Corvette. Little Red Corvette gaat over de vagina. Gewoon letterlijk. Yeah, en hij heeft gewoon, hij zegt Little Red Corvette. En je denkt gewoon dat hij het over een vagina heeft. Net als Rihanna. Come on boy, Laten we met alle respect niet Rihanna en Prince in één sentence zeggen, toch? Nee, en I love Rihanna, maar deze... Love Rihanna, maar Prince Nee, maar gewoon zeg maar die synoniem zeg maar, die ze gebruiken. Die metafoor. Maar Rihanna is niet zo tactisch. Hij was gewoon zo geniaal, hef. Gewoon, het is zeg maar iedereen die misschien nu Zoals jullie zeggen, ik heb niks gezegd over. Jullie zeggen, jullie gooien nu een man zeg maar, Prince, voor een vrouw. Prince, ik heb niks gezegd. Prince is... Alles. Different breed. Ja. Prince is Rihanna echt... is ook echt hard. Ja. Rihanna is echt hard. Ik ben altijd pro haar. Ja, in alle tijden. Het feit dat zij op de bodyguards hoofd een jonko draait in Coachella. Daarbij kan ze nooit meer verliezen bij mij. Ja. Wow. Maar Prince is wel echt... Is gewoon buitenzaar. Nee, jouw top 5 artiesten. Nee, maar we hebben het over rappers, toch? Ja, artiesten. Nee, artiesten. Oh nee, artiesten? Ja. Oh, ik had een hele rappers top 5 in mijn hoofd. Ja? Ja, maar doe je rappers dan, want anders ga je zeg maar komen met andere dingen. Okay, nee, maar ik dacht aan artiesten, ik dacht niet aan alleen. Ik heb alles door artiesten doen, dan ben ik echt in de war, dan moet ik echt opnieuw beginnen. Maar als het rappers zijn, dan is het MF Doom. Ja? Ja. Je kent hem niet eens, je hebt hem nog nooit gezien. Ik heb MF Doom live gezien. Zijn gezicht niet.
Ik heb hem live gezien. Ik heb hem gemaild. Ik heb hem live gezien. Ja? Hebben ze zijn gezicht gezien? Ja. Nee, ik heb niet zijn gezicht gezien, maar ik heb hem gemaild. Oké, want ik weet niet dat ze zijn gezicht hebben, niemand heeft dat gezien. Maar maakt het uit of je gezicht ziet? Nee, dat is een beetje te lullig. Zeg een beetje te lullig. Oké, MF Doom? MF Doom, Biggie, Nas. Biggie, Nas, oké. Okay, Kendrick. Kendrick? En ik gooi nu gewoon Baby Keem. Wie? Baby Keem. Kennen jullie Baby Keem? Nee. Nee. Put us on, duwtje. Ja, Baby Keem is het neefje van Kendrick. Mm-hmm. Die jullie allemaal in de gaten moeten houden. Hij staat ook op de Kanye West album. Ben je nu een stuk aan het eenhouden? Nee. Krijg je money voor? Ik heb geen royalties. Krijg je money voor? Geen royalties. Nee, maar hij is echt gaande. Je moet hem echt checken. Hoe schrijf je het? Waarom? Gewoon Baby Keem. K-E-E-M. K-E-E-M. En waarom? Wat pakt jou van hem? Hij is... Sorry, ik neem het even over. Hè? Ja, tuurlijk. Hij is... Zo zijn jullie toch? Jullie vrouwen. Nee, hij is gewoon heel... Ik hou van casual. Ik hou van laid-back rap. Ja. Dat hoor je wel in de top 5 die ik heb. Ik hou van... Ook van Rihanna. Van de... Nou, je hoeft niet, je hoeft geen, ik, niet je beste... Ik vrouw me op dat jullie geen niet superveel vrouwen in jullie top 5 hebben. Ik wel. Waar ja, komt Baby Keem vandaan? Ja, wel, hè, Eve. Waar komt hij vandaan? Nee. Eve niet. Ja, Eve nee. Eens uit, ja. Ik ga naar Biggie, ik ga naar Tupac, ik ga naar Lil Kim, ik ga naar Billie Eilish. Super fan. Ja? Super, ja. Vinden we een rapper? Ik vind Billie Eilish gewoon als artiest... Maar Billie Eilish is fantastisch. Zij is daar. Echt ja. Fantastisch. Zij is zo, alles wat wij zij willen. Is zo schrijf echt? Zij zelf? Ja. Ja. En oh. Zal ik je nog het mooiste vertellen? Luister je zijn dochter naar Billie Eilish? Mijn nichtje wel, die, wat ik zei, die lesbisch is. Ja, Billie Eilish. Billie Eilish is die... Ze mijn dochter maakt, nog niet. Ze maakt mijn dochter is met op, haar broer. Mijn dochter is op... Maar ik vind haar een beetje eng. Waarom? Ze is eng, ook weer maar ze is wel dezelfde. Zo. Ze is depressief, maar ook weer... Ze is duister, maar ook weer niet. Zeg ja, maar ik vind van, haar muziek heel mooi, hoor, daar niet van. Maar gewoon als ik haar clips ga denken van, like, are you okay, girl? Ja, snap ik. Heel maar duister. Dat is, maar dat is de hele generatie. De hele movement. Vinden jullie Missy Elliott niet hard? Ja, jawel, ja, maar ik ga ook voor de Foxy Brown, man. Ja. Foxy, ook. Oh, ja. Missy Elliott is duister. Vind je de brand niet, maar vind je de brand? Als ik aan hun dacht, dan had ik haar genoemd in mijn top 5. Ik ben 50 vergeten, maar ik vind niet eerlijk dat we geen top 5 artiesten. Ik dacht top 5 rappers. Want dat is echt wel een vraag. Okay, ik ga je nog een keer gunnen. Top 5 vrouwen. Oké. Oké. Maak niet uit. Maak niet uit wat ze doen. Ja. Top 5 vrouwen gewoon. Zo. Of als jij wil, zeg maar, mag je ook gewoon top 5 niggas doen. We zijn vrij hier, hè, Kim? Even oh denken. My god. Zet ik wel Missy. Missy moet in die lijst, man. Mm-hmm, Missy zet ik op 2. Ik denk Aaliyah op 1. Mm. Ik heb wel echt 100.000. Een... Hoe dan? Ze was er niet zonder Missy. No, maar Aaliyah... Ik weet niet. Ik heb een emotionele band met haar muziek, man. Je bent koud, jij. Okay. Je moet gaan in die... Die pook. Ik heb niks gezegd. Even kijken. Aaliyah 1. Missy 2. Mm-hmm. Eve dan is 3. Mm-hmm. 4. Even denken. Lil Kim, sowieso Brooklyn, hello. Stand up. Shout out naar Biggie. Zo wie die? Nee, nee, toch. Nee. Respectfully. Zo die laatste. Weet je wie ik echt een harde chickie vind? Cardi B, man. Ja. Hm. Weet je wie ik ook hard vind? Zij is real. Oh ja, dat zeg ik dingen. Normani. Wil je niet? Normani is hard. Normani vind ik hard. Hoe is Normani. Normani is een nieuwe. Ik heb nog 3. Zij is hard, maar zij laat me heel erg aan Aaliyah denken. Ja. Ik heb laatst, nou niet laatst, een paar maanden geleden heb ik bijvoorbeeld Jayla Arden ontdekt. Ja! En zij pakt mij ook. Zij pakt sorry mij dat ook. Ik je slaak af van jou, je weet toch? Ja. Maar gewoon, ik heb het ook zeg maar, het mogen ook gewoon vrouwen zijn die geen muziek maken. Hè? Gewoon top 5 vrouwen gewoon in. Wow! Sowieso, die in mijn top staat is Georgia Smith. Het is gewoon top 5 vrouwen. Ja, in, zeg maar, Georgia gewoon, Smith eigen is bedrijf, wel... eigen ik hoor je ook. Beste, whatever, beste nee, gewoon top 5 vrouwen. Nee, laat muziek houden, want ja, dan kunnen we... Nee, dat is gewoon, moeilijk, nee man. Nee, waar kunnen vrouwen naar opkijken? Dat is belangrijk. Waar kijken jullie naar op? Angie Martinez, man. Oké. Okay. Ja, zij is hard, hoor. Ze is al pionier gewoon voor de game. Ja. Ja, maar ook gewoon persoonlijk. Gewoon, ja. Zij voelt dingen aan. Zij is geboren voor wat zij doet. Ja. Snap je ben wat ik bedoel? Wel mee eens. Zij is geboren daarvoor. Zij heeft ook heel die jong interview al, met Pop Smoke, toch? Zij heeft heel jong al geschiedenis geschreven. En als je bijvoorbeeld ook kijkt naar een van de laatste interviews, dat zij Pop Smoke zijn moeder uitnodigde en het broertje. Broer. Snap je? Ik heb dit interview 2 keer bekeken omdat ik het zo mooi vond. Ja. Wat daar gebeurde op dat moment. Maar niemand geeft hun een platform. En zij liet weer een heel ander perspectief zien van het verdriet
van een moeder die haar zoon kwijtraakt. Juist. Dus dat maakte het heel mooi. Ik heb dat in veel gecheckt. En toch tegelijkertijd te celebreren dat hij er niet meer is. En maar Chica is ook wel gaande, toch? Wie? Chica. Wie? Ken je haar? Chica? C-H-I-K-A. Waar komt ze vandaan? Amerika. Nee. Zo gaande. Je moet haar checken. Ja? Dat doet ze. Gaan we wel doen. Rappen. Echt? Chica. Oké, ik ben echt gaande. Ken jij haar? Wat vinden jullie van Cash Page? Zij is ook hard, man. Wauw, cool. Cash Me Outside. Wat vinden jullie van Cash Me Outside? Oh my god. Dit is de Jonko speaking. Is de Jonko speaking, hè? Nee, ik loop jullie. Nee, maar Cash Page is hard, man. Cash Page is hard. Is gewoon Kim. Die me altijd wel gepakt heeft ook, is Charlie Baltimore. Op een of andere manier. Nee, maar gewoon, dames, ik vraag jullie zeg maar om een top 5. Ja. Neem je ja. tijd, denk erover na. Maar gewoon een top 5 en dan zeg een actrice. Ja. Iemand, weet ik veel, ook al was een nieuwslezeres. Je maakt het wel moeilijk dan. Ja, gewoon, wie is iemand waar je echt naar Angela Davis. Wow, ik wilde zeggen Viola Davis. Wie is dat, hè? Angela Davis is gewoon een politiek strijder. Gewoon iemand die voor vrouwen en voor de black community staat. En die vastgezeten heeft. Check de documentaire via Angela Davis. Zo. No. No. Angela Davis. Laat me er googelen. Wie jij? Denken. Echt een toffe vijf? Vrouw. Een toffe vrouw. Oh, één vrouw. Ja. Die ik zou moeten kiezen. Laat me er nog over nadenken. Als jullie mij al zeggen, wat is het? Zeg maar van... Oké, okay, als jij één vrouw moet zeggen dan. Wat zeg je dan? Faith Evans. Het is lang. Een vrouw, nee, maar ik heb daar nooit over nagedacht eigenlijk. Nee, maar dat is... Ik vind Oprah een hele toffe vrouw. Ik vind Oprah zeg maar echt... Oh ja, ik weet wie. Ik vind Oprah zeg maar iemand die zeg maar echt laat zien zeg maar van... Dat je echt van niks iets kan maken. In die systeem zeg maar laten werken voor haar, waardoor ze nu zeg maar een soort van... Voor een klein beetje zeg maar iets kan veranderen. Ze kan niet heel de wereld, niemand kan heel de wereld veranderen. Maar ze kan wel zeg maar haar kleine piece, zeg maar haar stukje land veranderen. Zeg maar haar familie kan ze veranderen zeg maar. Maar die ene film, hoe heet de film? The Color... Color Purple. Whoopi Goldberg, ook een goede actrice. Ik kan niet kijken zo'n duilen. Ik denk dat het heel moeilijk is om één specifieke vrouw te kiezen. Maar ik heb nu bijvoorbeeld weer dat ik Sifan Hassan wil heel erg hard vind. Zij heeft letterlijk laten zien dat je kan vallen, maar je kan weer ook weer opstaan en alsnog goud pakken. En dat zijn dingen die mij gewoon raken. Van, je kan alles bereiken wat je wilt, zolang je maar in jezelf gelooft. Tunnelvisie, focus en gaan. Ja. En dat heeft zij ook laten zien. En heel veel mensen gingen haar bashen in allemaal interviews. En she did that. Twee keer goud. Ja. Zulke shit. I dig that, snap je? Ja. Ik heb zoveel respect voor dat. Ik vind het wel opmerkelijk dat jullie zeg maar niet gelijk een hele lijst aan vrouwen hebben. Ik had het. Nee. Ga door. Nee, maar zeg maar, die van mij zijn gewoon, zijn jong. Die van mij zijn, gaan niet way back. Is niet erg, zeg het. Die ik nu bijvoorbeeld volg is Lado, toch? Voormalig Mulatto. Mm-hmm. Ik hou van haar. Ik hou van haar attitude. Ik hou van haar grind. Er is nu toevallig iemand bij ons in de studio, in Cruise, die haar goed kent. En die zegt gewoon van, weet je wat het is met Lado? Van als je tegen haar zegt, hey, ik heb een nieuwe artiest. En jij moet elke dag om 7 uur in de ochtend daar zijn. De komende 3 dagen is zij daar. Ja. Gewoon, ik hou van vrouwen met work ethic. Hoe heet die chickie van Dwayne Wade? Gabriel Union. That's my girl. Ja, Girl Crush. Wat? Ik ga ook van Louder London, man. Zij is ook goed. Zij is ook trouwen gelijk. Ja. Gelijk trouwen, man. Ja. Maar dat is zeg maar, hoe authentiek ze zijn, toch? Ja. Dus zeg maar, Lauryn Hill. Zijn jullie geen Lauryn Hill? Zijn dat? Ik heb een foto met Lauryn Hill. Ja, serieus? Ja, man. Heb jij haar ontmoet? Oh, Boogie, ja. Hoe was het? Dat ze me draagt als baby. Echt? Hoe was het? Weet ik veel? Ik was in cruise control. Je was een baby? Ja. Ik dacht dat je gewoon een volwassen persoon was. Ik heb met haar, met Nas en met Wyclef een foto toen. En ze droegen mij, zeg maar. Heel dom. Lauryn is like... Maar zeg maar, Lauryn, ja, dat is een goeie. Ik denk dat als ik moet kiezen, dat ik wel voor El Boogie. Wat vinden jullie van Jada Pinkett? Entanglement. Zo. Ja, dat is ook een vrouw, hoor. Kom op, man. Ja, maar ze ik ga lekker op die red table. Maar ze haalt het bij mij niet bij Lauryn. Wat Die soort van podcast die zij heeft, die Red Table shit. Zij is een podcast met haar moeder, haarzelf en haar dochter. Dus drie generaties zwarte vrouwen. Het is gaande, hoor. Oké, dope. Het is echt, als je iets wil leren over vrouwen, check die shit. Oké, cool. Boys, tips. Als je iets wil leren over vrouwen, check Red Table van Jada Pinkett.
En you gonna get in a motherfucking interview. Maar er zijn zoveel inspirerende vrouwen. Het is heel moeilijk tot één te komen. Omdat je zo zegt, denk ik ook, de andere kant, zeg maar, kan ook zijn dat bijvoorbeeld een jongen mee. Zij is zo er zelf. Mm-hmm. Als je haar freestyles hoort, die zij überhaupt gedropt heeft op een Hot 79. Maar iemand, ze is iemand, ook nu iemand, naar iemand, rap iemand, iemand buiten de muziek. Iemand buiten de muziek. Ja. Baby Boy, hoe heet ze ook alweer? Ik zij weet niet wie is hard. Zij is hard. Taraji Henson. Ja, zij zit ook in die andere dingen. Weet die andere serie? Weet die serie? Ja, Cookie. Cookie, ja. Zij is hard. Zij zegt alleen maar zo dat dik. Cookie Goldberg ook, hoor. Zij is Goldberg ook. Cookie? Lijk ik op haar. Je hebt zeg maar wel die eerlijkheid. Ook, zeg maar, nee, maar die ogen. Iedereen zegt van je lijkt op haar gewoon qua uiterlijk. En dan staat ze toch in die keuken en dan zegt ze... Waar was je gisteren? Let me smell your dick! Yeah. Dus die golden baby boy line. Baby boy line. Dat vind je de maaste. Deze lachen, hè? Maar zij is moeilijk, man. Whoopi ook. Ja, Whoopi maar, ook. Okay, maar om even corny te zijn, gewoon vrouwen in mijn leven. Ja. Gewoon zij, die hier aan tafel zitten. Mijn vriendinnen. Mijn oma. Mijn moeder. Nederlandse vrouwen. Top 5 Nederlandse vrouwen. Wie zijn echt toffe Nederlandse vrouwen? Wauw. Ja. Chantal Jansen. Hou op. Nee. Of, nee, ik zeg gewoon namen. Nederlandse vrouwen. Maar begin jij dan? Nederlandse Sylvana vrouwen. Sylvana Simons. Ik vind jullie allemaal, die ik vandaag uitgenodigd heb, hele inspirerende vrouwen. Weet je wat ik vind? Iedereen die zeg maar tegen het systeem gaat, heb ik sowieso... Maar Sylvana Simons is sowieso een iedereen die in zelf is. Iedereen die in zelf is, daar kan ik heel veel respect voor hebben. Ja. En ze doet het. En zo hoeft er niet eens te zijn. Je hoeft er niet eens te zijn, maar zeg maar, ze is shit aan het doen. Ja, zeg maar. Ja. Juist. Maar ze is altijd ook zo geweest. Hè. Vroeger kwam ik bij haar thuis, namelijk. Ze is altijd zo geweest. Heb jij al op haar gestemd? Ik heb zeker op haar. Sowieso, ik ook. Ik ook, man. Sowieso, ik ook. Ik was echt benieuwd. Die vind ik ook haar. Gewoon Linda de Mol, haar grind. Ze is echt uit. Linda de Mol is mijn chickie, man. Ik vind haar hard, man. Nog 10 minuten voor dat. Dat is Irene Moors. Dankjewel. Duurtje, ben ik nu een racist? Next. Elke woord lijkt op elkaar. Duurtje, ben ik nu een racist? Ja. Laatste vraag. Want we zijn toch, we zijn nu personal, toch? Ja. We kunnen alles eruit knippen wat we willen. Juist. Wat typen jullie wanneer jullie porno kijken? Zeg maar, weet je waarom? Waarom ik een vraag? Omdat ik heb met andere vrouwen gesproken die eerlijk zijn. En vrouwen die eerlijk zijn. Het is best wel, zeg maar, is best wel confronterend, zeg maar, wat jullie kijken. Want zeg maar, wij mannen, zeg maar, wij zijn op trio. Twee vrouwen. Mm-hmm. En als je zeg maar, soms hoort dat vrouwen zeg maar, kijken naar twee niggers. Denk je van, god damn. Of niet? Verslik me bijna. Maar waarom heette jij Ben Bangbos dan? Waar zijn die skittles? Maar ja, dat was jong. Ik was jong, diewetje. Ik was jong, man. Ik en Turk waren gewoon zeg maar op memories. Was gewoon een artiestennaam. Ja, eigenlijk wel. Nee, we waren gewoon op memories maken, man. Memories maken op Pornhub. Ja, eigenlijk ja. Zo kan je het noemen, man. Je vraagt me eerder af of alle vrouwen porno kijken. Ja, dat wilde ik net zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat jullie geen porno kijken. Ik kijk porno, tuurlijk. Dat, precies. Ik kan me niet voorstellen dat jij geen porno kijkt. Er is altijd één... Diebertje, er is altijd een bepaalde porno die jij master vindt. En welke gekke porno jij master vindt, hoef je niet te zeggen. maar je kijkt porno, god damn. Kom op, iedereen kijkt porno, ja, of niet? Ik kijk zeker porno. Ja. Kes, je kijkt geen porno? Je maakt je eigen movie. Don't do that. Ja? Sowieso niet? Nee, Kes? Af en toe. Lady. Ik hou er wel van om dingen terug te zien. Hoe bedoel je? Waarom moet het altijd weer een stukje verder bij jou? Nee, maar het is toch zo? Maar hoe bedoel je terug te zien? Van je neemt die shit op? Ik neem soms wel dingen op, ja. Echt serieus? Ja. Ik wil erin gaan nu. Ja, ik vind het wel leuk om te kijken, ja. Okay. Kijk, Kim is nog single, hè? Ja. Zal mijn OnlyFans te beginnen? Wat wil je zeggen nu? Wat wil je zeggen? Hey, zal mijn OnlyFans te beginnen? Yeah. Als ik mooie voeten had, dan start ik een OnlyFans. Ik heb vernomen dat je, als je in Nederland een OnlyFans begint, kom je zeg maar niet in Amerika. Omdat je dan geregistreerd staat als sekswerker. En dan kom je niet meer Amerika in. Dat is de enige reden waarom ik nog geen OnlyFans heb. No cap. Oké. Dat is een goede tip. Dus iedereen, dus alle vrouwen die, of alle vrouwen of alle mannen die zeg maar nog naar Amerika willen. Don't do it. Don't do that. Maar als ik porno kijk, kijk ik altijd
Is dat echt zo? Stel je voor, ik wil foodfoto's doen. Ja, je wordt dan geregistreerd omdat OnlyFans dus opgericht is door iemand in de States. Zo. En dan krijg je dus... Je hebt geen gevoel erbij. Je wil foto's zetten, maar je hebt geen gevoel erbij. Dat je een sekswerker bent of zo. Zoiets. Ja. Hey, dat zijn erge mensen. Dus je wil gewoon je voet gebruiken voor die foto. En iemand zit zeg maar met een gevoel erop. Wil je dit? Dat is toch erg? Hoezo is dat erg? As we speak. Ik maak toch ook gewoon tunes waarbij ik niet echt veel gevoel heb, maar ik weet dat het iemand gaat raken. Oké. Maar as we speak heeft iemand me benaderd die een voetenfetish heeft om een podcast te doen. En ik wil eigenlijk weten wat die hele hype van hem is. Van waarom val je daarop? Ik denk dat ik een voetfetish. Dat zou je moeten doen. Dat zou je echt moeten doen, man. Wacht even. Misschien moet ik het doen. Wacht even. Ze heeft een voetfetish. Maar van vrouwen. Okay. Moet ik mijn voeten laten zien? Nee, Hef, hou op ermee. Nee, ik denk... Fetish is wel een groot woord voor mij, want ik ben niet obsessed of zo. Maar zeg maar, als een vrouw een mooie voet heeft en ik zie het op Instagram, denk ik echt van wow, ze is echt gewoon perfect bijna. Zeg maar, ik heb beroemde tenen, hè. Hou op, Hef. Laat ze zien dan. Ja? Oh my god. Even nieuwsgierig, kom op. I wanna see those. Als een vrouw er voeten verzorgd zijn, dan weet je gewoon van, zij is gewoon helemaal gewoon verzorgd. Kijk hier. Ja, we willen wel de front zien, hè? Kijk die front. Gaan, hoor. Kijk hier, ze raken ze gewoon aan. Er is niks aan de hand. Zijn niet vies. Nee, toch? Ze zijn wel netjes. Ik kan je zeggen. Je hebt geen zwarte randen. Bottles en feet. Bottles. Mag ik de achterkant zien van je voet? Nee. De onderkant. Nee. Bottles en feet. Kennen jullie dat? Dat is een zaak in Rotterdam. Die vrouw, ze is een vrouw. Ze doet alleen mannenvoeten. En die kan daar zeg maar gewoon... Ja, ze is echt heel goed. Ze doet mijn voeten nu. Mijn dochter heeft mij gefixt. Toch? Mijn dochter zegt mij van Bandy. Ze zijn niet Bandy, ze zijn papa. Ze zijn papa, die tenen ik ken echt niet meer. Moet even fixen. Wow. Maar hoe oud is jouw dochter? Op vaderdag, 7, bijna 8. Kom goed hoor. Ik denk gewoon dat als een vrouw. Mogen we even een applausje? Mogen we even een proost? Ja, damn, ja man! Proost, okay, shit. Proost op mijn tenen. God damn, shit. Roken was dames, ladies night, ik weet niet hoe jullie willen noemen. Kies zelf een naam, alleen maar liefde, we zijn oud. Gang, wow. Gang.